Kerst is de tijd van het terugblikken op alles wat er is gebeurd het afgelopen jaar. Het begon bij ons voortvarend. Een ontketende Ralf Seuntje schoof bij ons aan en kwam vertellen over hoe hij tegenstanders verbaal mishandelde met trash talk op het voetbalveld. En de toon was gelijk gezet. Maar Ralfs daden bleken nog kinderspel bij wat ons verder te wachten stond in de winter. Smeerlapperij achter de schermen bij The Voice, dick pics bij Ajax en natuurlijk Poetin die Oekraïne binnenviel. En het was ineens oorlog op ons continent. Maar het werd lente. En het was er ook een van sprookjes en warmterecords. Het werd de warmste maartdag ooit, 19,6 graden in de buitenlucht. En minstens het dubbele bij ons in de studio toen Monica Geuze aanschoof voor de podcast. Ruudje Boijmans kwam vertellen over de magie van de nacht en de kunst om af en toe eens gigantisch uit de band te springen. Het bleek aan Dovermans oren gericht toen Maarten op zijn druk bezochte verjaardag in februari slechts één kratje bier had ingeslagen. Maar de man herstelde zich in april en maakte als onze bloedeigen Chris Segers furoren als verslaggever in Midden-Amerika. En toen volgden de voetbalsprookjes. Sparta rees uit de dood en bleef eredivisionist. En Excelsior, dat trof ADO in een zinderende finale. Die alleen Ralf Seuntjes kan samenvatten met de woorden. Daar praten de mensen nog steeds over. De zomer was er een van onderhandelingen. Op het hoogste niveau ging dat over gasprijzen en tevergeefs over vredesakkoorden. Op een lager niveau werd er een pappadag gefixt. En keerde van haar terug op het oude nest van VOC. En ik belde met Slowakije, met India, Baku, Sydney, Tel Aviv, nog een keer Sydney, nog een keer Tel Aviv. En bijna zelfs met Pasos de Ferreira, maar het werd natuurlijk helemaal niks en gewoon weer lekker in Rotterdam. Tussendoor even allemaal op vakantie, voor haar heerlijk met het hele gezin er even tussenuit of, zoals Theo Maassen zou zeggen, lekker met z'n allen 2 weken geheel verzorgd naar de Galamiezen. En daar werd onze populaire Rijnmond-analist natuurlijk gespot. Biertje voor zijn neus, ziel onder zijn arm, helemaal alleen aan de bar in het Holland Café. Maarten riep in juli in de krant dat hij was gestopt met profvoetbal omdat hij eigenlijk alleen nog maar voor het geld voetbalde. Welk geld, vraag je af. Om vervolgens doodleuk te zwichten voor de zilvervloot van Steduco. Later in de zomer schoof Yannick van der Velde bij ons aan. Er sliepen intussen 700 asielzoekers buiten in Ter Apel, heel het land in rep en roer. Maar Yannick had het anders aan zijn hoofd. Of wij in godsnaam onze nieuwe openingstune weer konden vervangen voor de vorige. De herfst stond in het teken van het overlijden van de Queen. Maar om die treurnis te doorbreken schoof bij ons de King aan. Springlevend en vitaal liet Piet de Visser ons meegluren in zijn scoutingsboekje. En hij zorgde wat mij betreft voor de mooiste aflevering van het jaar. En er was veel om uit te kiezen, want we keuvelden over blunders en contracten, voetbalspellen en voetbalschoenen. Idolen en amateurs kregen imitaties van Kwakman, we worstelden met Qatar. Er spraken boze backs en trainers die de kerst niet haalden. En nu is het gewoon weer winter en wij hebben de kerst weer netjes gehaald met z'n allen. Het is tijd om de balans op te maken. Het is tijd voor de kerstborrel. Met 3 van onze core podcast favorieten. Kees Kwakman, Yannick van der Velde en Ralf Seuntjes. Goed om je te zien, man. Thanks, goedenavond. Waanzinnig. Logisch. Ja. Ik ga de beste van het hele jaar gelijk vragen. Ik ga achterover leunen. Ja. De rest is aan jullie. Laten we beginnen. Yannick, eerst met jou eigenlijk, man. Even kou uit de lucht halen nu het kerst is. Want hij is nog een beetje... Heel erg boos? Ik vroeg dat. Ik voel wel een soort van prikkel tussen ons. Ja, eerlijk. Ja. We altijd boos. Ben je nog een beetje geprikkeld? Ik ben een beetje geprikkeld natuurlijk. Ik was ziek teleurgesteld, weet je. Ik had gewoon kaartje klaargelegd. Ik had lang van tevoren geappt met jou. Ik had je gewaarschuwd. In Nederland speelt. Nee, ik kom alleen. Het maakt niet uit. Al zit er niemand. Ik ben er. Juist. En ik gewoon echt zo trots van... Holy shit, ik heb gewoon echt een goede vriend gemaakt in één avond qua podcast. Ik opschep bij vrienden en zo. En thuis aan mijn ouders vertelde ik heb echt een goede nieuwe vriend. Hij heet Bart en zo. Het is superleuk. En wat er ook... Wacht even, Roentgoek speelde. Ze hadden mij niet eens uitgenodigd. Hè? Ja. Ik was sowieso... Ik had je ook uitgenodigd. Ja, dit is niet doorgekomen voor mij. En toen kwam het appje van Maarten. Een foto van Bart Vriends met de handen voor zijn gezicht. Bart durft het niet te zeggen, maar we komen niet. We willen toch Nederland, Argentinië kijken. En toen zakte echt wel... Even de wereld onder mijn voeten vandaan. Ik snap het. Maar goed, ik ben overheen gekomen. Nu zit ik weer hier. Kees, maar, had je hem nou afgezegd voor Bo of gewoon... Ja, dat is ook niet. Dat was helemaal smerig. Toen ik later appje dat je wel gewoon bij de tv was aangeschoven. Ja, maar daar mocht ik het wedstrijdje kijken. Oh ja, dat is waar. Dus voor de mensen die het niet helemaal begrepen, we waren uitgenodigd voor de theatershow van Roentvonk. Hadden er zin in, was voorbereid. En je zei al van tevoren, ja, het kan wel zo zijn dat Nederlands elftal dan speelt, hè, kwartfinale. Ja. Maar goed, het was nog een ver weg show. Wij dachten, nou ja. Jullie dachten, in die pool wordt Nederland toch niet de eerste? Nee, niks gaat er niet worden. We zien het wel. Alleen ja, toen werd het toch, hè, achtste finale gewonnen. Toen was het toch ineens Nederland-Argentinië. En dan moet je toch gaan kiezen. Roentvonk of Nederland-Argentinië. Ja, uiteindelijk. Dan moet je toch een pijnlijk appje gaan sturen. Ja. En het ergste is nog... Waar had je zelf voor gekozen als jij in mijn schoen had gestaan? Nee, dat 18 natuurlijk. Tuurlijk, maar het relaxte was... Ja. Wij gingen dus die voorstelling spelen. Toen kwamen we af. Toen scoorden we het weg, was 2-1. Mm-hmm. Dus eigenlijk had ik niks gemist.
Eigenlijk had je prima en bij ons kunnen zitten en daarna de wedstrijd kijken. Of bij Bo. Of bij Bo, lekker bij Bo, man. Maar hey, want jullie, het lijkt me een beetje ingewikkeld. Je hebt een optreden, zeg maar. Er zijn, ik denk dat er veel voetballiefhebbers ook naar jullie kijken. Ik weet niet of het theater vol zat überhaupt toen. Ja, het zat vol op 3 plekken na. Dus mensen kwamen alsnog. Wat een wereldbegin. Maar heb je er iets over gezegd dan? Heb je iets in de show gedaan? Het ding is namelijk, wat het extra cru maakte, was dat wij, 8 maanden geleden hadden besloten. Ah ja, 2 avonden Koninklijke Schouwburg, mooie zaal. Daar gaan we de registratie voor tv doen. Ja. Totaal niet bij stilgestaan dat het WK in december was en dat Nederland dan eventueel zou spelen. Dus wij zaten al de hele tijd, oh fuck, als Nederland eerste wordt en ze moeten dan tegen Amerika. En dan is dan. Dus wij hadden ook zoiets van, ja, iedereen die nu komt kijken wil sowieso Nederland kijken. Dus ze gaan gewoon op hun telefoon tijdens onze voorstelling. Dus wij moesten vooraf zeggen, ja, lieve dames en heren, we staan hier met 8 camera's. Telefoons weg. Doe je telefoons weg. Maar ja, normaal gesproken zou je dat niet zeggen, maar dat was deze avond, moest het wel. Normaal gesproken is prima als je... Het is een soort nieuw ding sinds corona, dat mensen gewoon echt scheid hebben en op hun telefoon zitten, ook in het theater. Ja? Dat is echt raar, jongen. Ja, andere... Zeg je daar wat van? Word je daar onzeker van? Nee, maar het is gewoon fucking weird, want wij zien dan, het enige wat wij zien is in een donker gat een lichtgevend hoofd aan de scherm. Kijk, dus je zit aan te spelen en je ziet zo even iemand zo licht geven en even boos kijken, even blij kijken en dan is het weer weg. En ik zie, want je ziet verder niks van de zaal, je ziet gewoon helemaal zwart. Maar die tickets waren al betaald. Ja. Er is niks mis mee, toch? Nee. Maar hebben die boys wat gemist aan de wedstrijd Nederland-Argentinië? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk. Vaar is ook niet gaan kijken. Vaar is ook niet gaan kijken. Vaar ging naar de dijk. Concertje. Naar de dijk? Ja. Daar heeft hij gelijk in. Ja, toch? Dat was de laatste keer dat kon. Dus de andere dijk dan waar jij mee staat. Ja, ik dacht al. Als je onze dijk boven de Nederlandse Argentinië, dan... Ja. Ik had een jongen bij ons in de chat. Daar is hij al. Ik gooi hem maar gelijk in. Het kon niet lang meer duren. Die moest afgelopen zondag naar de soldaat van Oranje. Ja, in plaats van dat hij de WK finale. Ja, maar dat is ook de laatste keer toch? Dat hij gespeeld wordt. Ja, klopt. Ja. Dat is voor de 1200ste keer de laatste keer. Had geen kans daarvoor. Dus nee, die heeft ook bijna niks gemist. Ja, nee, inderdaad. Ja. Nou mooi, dan is dat denk ik opgelost. We komen nog een keer. Vragen die we ons afvroegen. Zijn jullie bekend met de voetballersmodus? In de zin van? Ik weet niet waar je naartoe gaat. Kijk, dus ik zit laatst tijdens het WK dat programma gewoon op Nederland 1 te kijken. Dus daar zit Afvalijzer aan tafel, Bruno Martens in, die schuift eraan. Maar wij hebben Bruno aan tafel gehad. Echt een hele, gewoon een relaxe gozer. Heel open, heel spontaan. Ja, best wel ad rem ook. Maar die gaat daar zitten. Oh, ja. En er zit ineens een voetballer aan tafel. Ja, en dat gevoel heb ik bij Afvalijzer ook. Ja, maar Afvalijzer komt helemaal niet uit zijn woorden, toch? Nee, vind je? Kijkt alleen maar naar beneden zo en dan zegt hij bijna niks over de wedstrijd, toch? Ja, maar het is gewoon heel apart om te zien. En dat zie je sowieso bij best wel talkshows ook. Dat gasten gaan daar aan tafel zitten. En dan vervolgens lijkt het eigenlijk, want je nodigt een persoon uit. Maar die gaat volgens aan tafel zitten en het lijkt iemand anders. Ja, dat vind ik ook wel af en toe. Wat dat betreft kunnen ze mij ook bellen. Ik wil dat belastingsgeld ook wel graag ophalen. Ik heb niet idee dat jij er überhaupt last van hebt. Gratis belastingsgeld ophalen, dat is wel fijn. Bij de NPO. Maar serieus, hoe gaat dat bij voetbal? Want als ik bij een talkshow zit, dan word ik van tevoren gebeld door iemand van de redactie. Die gaat dan met mij een voorgesprek doen. Dan heb je een half uur of 3 kwartier een voorgesprek. En uiteindelijk hoor je gewoon, nou, dan gaan ze straks dat vragen. Ja. En dan geef je dat antwoord. En dan willen we eigenlijk even naar dat filmpje. Dus dan zou het fijn zijn dat gesprek is helemaal niet spontaan. Nee, het is theater. Dat is echt theater. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk, ik zit nooit in zo'n voetbal. Hoe is dat daar? Ik zit bij de NOS wel eens op de radio, Sportforum, op maandagavond. Is dat. En dan word je inderdaad wel gebeld welke onderwerpen er besproken gaan worden. Maar dan is het niet van, dan moet je wel even zeggen dit. Nee, zeker niet. Maar dan heb je wel even 10 minuutjes, bel je even. Nou, dit wordt besproken, moet je even een moment van de week kiezen. Ja. En, maar verder niet. Maar goed, bij ons, natuurlijk bespreken wij van tevoren waar we het over gaan hebben. Maar dat is meer gewoon voetbal inhoudelijk. Niet je moet dat of dat of dat zeggen. Dat jij zo onberekenbaar bent. Doodsbang wat er gaat gebeuren. Kader is even alles af. Maar bijvoorbeeld Bart, als jij bij Bo gaat zitten. Ja. Heb je dan ook zo'n voorgesprek gehad van tevoren? We gaan sowieso dit aan je vragen. Ja, en dan zit je te praten en dan vertel je een verhaaltje erover. En dan zeg je, dat is leuk, een goed verhaaltje. Dan moet je zo meteen, als hij dat vraagt, moet je dat op dat moment gaan zeggen. Dat is ook zo waar het toch? Precies, het is een geregisseerd gesprek. Oh, dat heb ik niet gehad, man. Nee? Waar? Bij VI toen gewoon. Ja? Vroegen ze gewoon van tevoren waar wil je het wel over hebben en waar heb je het liever niet over. Ja. Maar voor de rest gewoon inhoudelijk het programma, zeg maar, was niet... Geloven ze jou. Waar had je het liever niet over? Was niet beschreven. Nee, over wat er staat te gebeuren misschien, zeg maar, met als een slechte resultaat uitvalt. Nee, ik heb het idee dat bij VI niet geregisseerd is. Nee. Zou je daar gaan zitten trouwens?
Of ben je ons gevraagd? Heb je het ons gevraagd? Nee, ik ben nooit gevraagd. Nee, nee. Ik zou daar wel gerust willen zitten, ja. Maar goed, de vraag is, kan je mee in dat geweld? En wil je dat? Ja, dat is de belangrijkste vraag. Ja, precies. Ja. Dus, maar goed, je kan natuurlijk ook wel daar zitten om dan enige nuance aan te brengen. Ja. Maar ja, goed, ik weet niet of ze daarin geïnteresseerd zijn. Maar volgens mij is die samenstelling wel in orde daar, hoor. Ja. Nee, dat gebeurt ook bij ons. Dat vind ik altijd grappig. Af en toe komt er eens een voetballer langs. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat je achter de schermen het grootste verhaal is. Gewoon zoals je in de kleedkamer bent, weet je, een beetje stoute geintjes en dingetjes. En dan begint de podcast, de microfoon of de camera erop. En dan is de eerste 2 minuten zijn eigenlijk altijd lekker getraind afgelopen week. En volgende week weer een belangrijk resultaat. Dus ik zit nu goed in mijn vel. Ik had dat riedeltje, dat voetballersriedeltje. Wat dat bijvoorbeeld zelf met... Het is echt ongelooflijk. Dat gebeurt elke keer. Met iemand als Alex Schalk, die belden we even dan... die hadden we laatst ingebeld. En dus die hadden we even op een... wat is het, soort FaceTime-achtig iets. En dan ben je gewoon helemaal relaxed mee aan het praten. En dan denk je, hey, dit gaat echt leuk worden. En dan stel je hem zijn eerste vraag. En dan gaat hij ineens gewoon letterlijk gewoon zo'n standaard riedeltje af. Van ja, ik ben hier gekomen in het begin. Hele goede start. Een goede start van de ploeg. Een paar goals gemaakt. En ben je een paar maanden verder. Ja, ik kom wat moeilijker in de ploeg. Speel je zelf ook wat minder. Ik heb 3 jaar met die gozer gevoetbald. En dat vertel je elkaar nooit, ja, zeg maar, aan de eettafel. Ja, wat is dat dan? Ja, dat probeer je. Japan, toch? De ziekste. Paar goals gemaakt. Ja. Guus Til heeft de ziekste voetbalsmoeder. Niet normaal, man. We zitten met Guus tegenwoordig. Dat was nog in Clubhouse. Toen je zit daar gewoon met hem te praten. We hadden wel daarvoor een paar keer afgesproken. Super gezellig. En hij heeft de grootste ding. En dit. En ik vind dit. En ik vind zus. En ik vind zo. En hij gaat daar zitten. En het is gewoon alsof je hem zeg maar na een wedstrijd ziet. Maar ja, het is natuurlijk wel hier eens even wennen. Het is een nieuwe club. Het is dit en dat. Maar waarom zeg je wel Guus na een wedstrijd? Guus vind ik wel leuk om naar te luisteren. Maar dan zijn jullie de aangewezen mensen. Dit is nog erger. Huh? Dit is nog erger. Ja, jij kent hem sowieso ook. Jij kent hem half. Jij hebt er ook mee gespeeld. Ja, ik heb het idee dat ik weet waar je naartoe wil. Kortsmith. Ja, dat is echt echt. Die man die is echt, denk ik, dag en nacht verschil met hoe hij voor de camera is en gewoon in het echte leven. Het is geweldig. Maar jullie moeten dan gewoon zeggen van, maar net zat je te vertellen en dan heel de verhaal eruit bubberen. Ja. En dan zeggen, hoe ging dat ook alweer? Ja, hij wil niet komen bij ons, dus dat is lastig. Ik heb nog wel op zich een interviewtje van hem. Kortsmith, die was geweldig. Die beste moeite. Heb je wel eens gezien? Nee. Heb je wel eens gezien? Dat is echt een leuk interview. Laten we kijken of ik die kan vinden. Ja. Was na van Sparta van het kampioenschap. Ja, was na afloop van het kampioenschap van Sparta. Ja. En Roy was een beetje emotioneel. Die wordt voor de camera gehaald. Met toch een vrij ernstig verhaal. Maar eerlijk, het pakt wel lekker uit. Kun je niet om lachen of is het echt heel serieus? Nee, ja, dat moet je zelf bepalen. Een hele mooie goal. Ja. En dan het laatste fluitsignaal. Zeg maar, wat gebeurt er dan allemaal? Ja, ik zei net tegen iemand. Ik heb denk een jaartje of 10 niet gehuild, maar ja, de tranen kwamen gewoon. Ook omdat mijn vader is er denk ik, die heeft elke wedstrijd, is hij er vanaf dat ik 7 jaar ben, is hij er altijd voor me geweest. En mijn moeder trouwens ook. En vandaag is hij er voor het eerst niet bij. En dat, dat doet wel pijn, maar... Waar is hij? Volgens mij in Italië. Dit is toch geweldig, dit. Maar het is ook wel echt een dappere vraag voor die journalist. Want voor hetzelfde geld... Ja, die journalist heeft natuurlijk ook die dag precies wat wij ook dachten. Ja. Iedereen denkt. Ja. En komt die anticlimax in Italië. Als Albert dood was geweest, was het best een grimmige vraag geweest. Op het kampioensfeest. Ik denk dat hij dan stil had moeten zijn. Had moeten denken... Ik laat hem even. Ja, die was goed. Maar is er iets wat jij herkent toen jij zelf voetballer was, Kees? Dat je is op je hoede natuurlijk... bent voor de antwoorden die je geeft? Of dat je niet helemaal, want je bent zelf ook een makkelijke prater, zeg maar. Ja, het is nu natuurlijk, zeker de laatste jaren, je kan er niet aan ontkomen dat het met social media te maken heeft. Met alle internetsites die er zijn. Ja. En er wordt zoveel opgeklopt en het wordt ook uit de context gerukt vaak. Ja. Als je eens een keer wat zegt, nou, Ralf heeft het de laatste jaren natuurlijk meegemaakt met hier en daar wel eens een interview en dan meteen wordt het zo groot gemaakt en waardoor spelers nog meer op hun hoede zijn. En ik denk niet zozeer als ze in de emotie zijn dat ze denken, oh, nou staat dat straks op VI of voetbalprimeur en zo, maar je wordt er gewoon mee om je oren geslagen als je een keer wel wat roept of een keer wat zegt van hij dekte niet goed. Oh, dan is het meteen Bart Vriense maakt de oude Saraf, staat er dan meteen als titel. En daar irriteer ik me wel eens aan. Je ontkomt er niet aan. En daardoor denk ik ook dat het minder waar leuk wordt. Waar irriteer je dan aan? Aan het feit dat die social media alles kloppen of dat die spelers niks meer zeggen? Nee, ja, allebei een beetje. Ja. Maar goed, die spelers niet. Er zijn ook gewoon heel veel jongens niet zo'n goede prater. Ja. Dat is ook, en wij hebben het ook met de aanvoerders. Wij hebben over het algemeen, vind ik,
bij ESPN best mazzel met de aanvoerders. Wie vind jij relaxed om mee te praten na de wedstrijd? Nou, dan moet ik ze even op een rijtje even kijken. Adil, ja, maar jij komt ook wel vaak bij ons. Weet je, dat, wie hadden we nou? Laatst hadden we bijvoorbeeld Sparta Twente. Daar kwam Bart en Van Wolfswinkel. Ja, dat is top. Mm. Weet je, dan hoef je bijna niet eens een vraag te stellen. Dan kan je het ook even over andere dingen hebben. Maar je hebt ook wel eens, vorig jaar had je Halilovic bij Heerenveen. En nou, noem eens wat. Ik, weet ik veel, bij Fortuna Ben Rienstra. Ja. Maar Ben hoeft niet op het terras te zitten. Die hoef je niet uit te nodigen, nee. Ja. Dus ja, dan ben je na een minuut klaar. Dus, en Tadić bijvoorbeeld? Ja, Tadić moeten ze... Ik vind dat je Tadić in het Engels moet interviewen. Ik weet niet waar dat ligt. Hij moet in het Nederlands. Ik weet niet of hij dat zelf wil of dat het van Ajax moet. Ja. Dat hij nog steeds geen volledig Nederlands spreekt, dat vind ik trouwens ook slecht. Dat heb ik ook wel eens tegen hem gezegd, trouwens. Oh, je hebt zo, ja. Ja, ik ken hem. Wat vond hij daarvan? Ja, dat interesseert hem niet heel erg. Nee, nou goed, hij wil ook volgens mij jeugdtrainer worden. Want hij heeft een contract tot 2000, weet ik het. Ja. Ja, dus ik zei ook, ga Nederlands leren. Als jij straks jeugdtrainer wordt, dan moet je Nederlands leren. Ja. Want in het Engels kan hij zich veel beter. Maar ja, in dat Nederlands, dat klinkt echt niet. Nee. Dan wordt de ene cliché naar de andere komt eruit. Omdat hij gewoon niet anders kan eigenlijk, ja. Nou ja, nee. En dus dat vind ik dan wel jammer. Maar bij Feyenoord, weet je, Luc de Jong over het algemeen is fijn om naar te luisteren. Dus je hebt echt wel, ja, goed dat je er even bij bent. Toch, ja, voor de luisteraars. Ja, dat klopt. Ja, Luc de Jong zit bij PSV, toch? Oh ja, tuurlijk. Kuxu is bij Feyenoord, ja. Jij hebt natuurlijk ook wel eens een keer dat legendarische interview gehad. Hebben we hem weer? Nou, staat hij weer klaar? Wat een mooi interview. Volgens mij besloot om een keer niet te doen, maar hij kan altijd wel. Maar we hadden het idee vanuit de kerstgedachte. Het is wel leuk als we dan even die gasten, jij gooit natuurlijk twee ontiegelijk voor de bus. Brian van Loo en Tom. Tommy Harrier. Ja, goed. Dus ik heb contact gezocht met die gasten van, nee, kan je niet even misschien Kees, want we hadden vorige keer het idee dat hij nogal mee zat. Kun je niet even een kerstboodschap voor hem inspreken, maar het staat er gewoon niet in. Nee. Hemel en aarde bewogen, Kees. Maar goed, ik zat er ook niet echt mee. Maar... Nee, ja, dat had ik misschien wel anders gedaan. Maar ja, we hebben het er nog nu. Ja. Daar praten de mensen nu nog over. Ja, dat is bizar, Kees, jongen. Over dat interview. Het vol is jouw leven. Maar ben je hetzelfde? Ik denk, ik heb de Jurjes een bericht gestuurd. Want die beruchte wedstrijd dat jullie bij Jong AZ uitspeelden. Dat geloof ik niet, vriend. En hij bleef maar opbouwen. Dus ik zeg, kan je niet voor Ralf even kerstbericht insturen? Gewoon blauwe vinkjes. Ja. Dus die mensen zitten daar gewoon nog zwaar mee. Dat snap ik. Ik kwam afgelopen vrijdag tegen. Toen was ik weer gaan kijken. Toen zei hij, fokker, stuur nog een bericht. Maar ja, ik heb zo'n hekel aan die vent. Het zal daar aan liggen, denk ik. Ik heb vanmiddag gestuurd. Oh, en je zei vorige week. Gaan we even terugkijken. Jij, jij bent natuurlijk ook wel berucht om een aantal interviews. Heb je wel spijt van iets wat je hebt geroepen of wat is opgeklopt? Of vind je het eigenlijk allemaal prima? Achteraf denk je als je dan weer voetbalpremier opent, zeg maar, die maken de kop wel altijd extreem, vind ik. En die pakken het echt uit de context. Dan denk ik af en toe wel, ja, was niet handig. Maar na een dagje denk ik weer van, ja, eigenlijk is het ook gewoon hoe ik het zeg. Ja. Dus ja, dan sta ik er goed achter. Kun je een voorbeeld geven van iets wat je bijblijft? Nou, bijvoorbeeld met Jong AZ, zeg maar. Dat was gewoon, dat is echt zo gebeurd, zeg maar. Ja. En toen kwam ik ook in de bus, zeg maar. Toen had ik wel even het microfoon gepakt. En had ik gezegd, boys, ik ben net even... Je bent voor naar de bus gelopen. Ja, eerst dat duurde wel een tijd. Toen kwam ik de bus, zat iedereen al in de bus op mij te wachten. En toen zei ik, boys, interview geweest. Sorry, was niet zo heel handig. Maar toen kwam ik achter in de bus. En toen zeiden ook bepaalde gasten, ja, je zegt toch eigenlijk niks verkeerd. Je hebt het aangegeven in de rust. En als ze dan niet luisteren, ja, dan mag je dat zeggen. En ik heb helemaal niet zo gekke woorden gebruikt, vind ik zelf. Mijn interview kwam toen in de bus. Dat was ook top. Dat is wel anders, ja. Ja, mij wel. Iedereen had hem gelukkig al gezien, zeg maar. Toen kwam ik aan. Wij stapten de bus in, Humberto Tan. En die Kees Kwakman geeft toch een interview nu. Gaan we even naar luisteren. Nou, toen kwam hij even in de bus. En dan ging jij zitten. En hoe ging jij toen zitten? Ja, ik weet niet wat ik toen allemaal al verteld heb hier. Maar toen zat ik naast Petter Andersson. En dat was de eerste aanvoerder. En ik was de tweede aanvoerder. Maar Petter speelde niet die wedstrijd. En daar zat ik naast. En toen kwam dat interview natuurlijk. En Brian zat daar. Tom weet ik niet waar die zat. En toen zei Petter van, is dit goed om te doen? Weet je, als aanvoerder. Ja. Ik zei, nou, dit kan je beter niet doen volgende week, Petter. Nou ja, en toen liep ik naar Brian, excuses gemaakt. En, maar ja, goed. Dag en zeer overeen. Nee, nou ja, goed. Ja, weet je, voor hun was dat wel niet... ik snapte echt wel dat voor hun gewoon niet fijn was. Maar ja, ik had het gezegd in de rust. Geen overtreding maken, jongens. Ja, als je dat toch doet. Gaat hij zo op zijn rug zitten? Gaat hij zo op zijn rug zitten? Ja. Ja. Dan moet je lekker. Ja, maar dat is goed. Ik heb niet gezegd, ja.
In een normaal bedrijf lig je er gewoon uit. Ja, laat het gewoon heel eerlijk zijn. Of bij NPO, dan krijg je geen belastinggeld meer. Er is iets aan NPO in je advies zitten. NPO met de KVB. Klopt, de WK misschien. Net ook achter het scherm al NPO, wat is er aan dat? Nee, gewoon heel het beleid hier in Nederland. Maar daar ga ik verder niks over zeggen. Oh, die voetballers spelen. KVB heeft er ook een handje van. Wat is er met KVB? Wat is met KVB? Ik liet net aan Fokkert en drukte ik KVB in. Ik zal even de site erbij halen. Dan moet jullie maar zeggen wat jullie opvalt. Dan gaan we naar het eerste nieuwsbericht. KNVB reageert op bizarre oproep van politiebond. KNVB reageert op discutabele Feyenoord penalty. KNVB reageert op ophef over dure Kuipers. KNVB reageert op no era penalty. Nou, als bond mag je volgens mij wel eens ageren, maar die gasten kunnen alleen maar reageren op dingen. Ja, die houden gewoon nul beleid. Ook met dat corona, dat ze in eerste instantie geen steun kregen. Dat ze met een waardeloos beleidsplan aankwamen. Reageren ze ook weer op Klaas Dijkhoff, die toen uithaalde naar de voetbalbond. Ja. Ja. Volgens mij kunnen ze dan beter mij neerzetten, maar ik onderhoud wel contacten met die gasten. Trainingscursus, daar nog wat over? Nee, ja. Ik zou graag trainer willen worden, meen ik oprecht. Maar bij de KNVB ga ik de papiertje principieel niet halen. Dat is gewoon maar daar ben je serieus in? Daar ben ik serieus in. Want als in feite is dat gewoon een papiertje kopen, vind ik. Zit er ook nog een geschiedenis van scheidsrechters achter of iets? Bij jou? Of nou, ook deels. Al dan niet een degradatie of wel of niet? Ja. Een promotie, denk maar jij, dat jij een geluksmunt vast. Waar ik het wel mee eens was. Ja. Dat zit er ook nog achter. Ja, dat zit er ook nog wel dus achter. Eigenlijk ja. Heb je sindsdien besloten, ik wil trainer worden, maar KNVB gaat er nu worden. Nee. Maar wat nee. Heb je dan nog voor opties, man? Wat kan je dan doen? Ja, bij podcasten aansluiten waar je geen vergoeding voor krijgt. Nee, heel weinig. Heel weinig. Nee, maar als je trainer wil worden, wat moet je dan? Je hebt toch een papiertje nodig? Nou, in het buitenland, Duitsland, België, Ierland. Daar is wel goed geregeld. Nou, anders. Ik weet niet of het goed geregeld is, maar volgens mij kun je hem wel... heeft hem volgens mij in Ierland soepeler, dan kun je hem soepeler halen dan hier in Nederland. En... zo'n verschil in kwaliteit ligt er niet, denk ik. Laten we even over kerst hebben. Beter. Hoe ziet het kerst eruit in huis, Kwakman? Ik vind kerst gezellig. Ja, ja hoor. Ik vind, ik zit dan vanochtend op mijn laptopie en dan heb ik Sky Radio kerst aan. Lekker, man. Ja, ja, heb je een lievelingsnummer ook? Nee, ik vind ze allemaal wel... dat kom ik helemaal tot rust. Ja, echt, dan ga ik weet ik, een beetje administratie, vakantie. In eentje alles, lekker. Een beetje, in mijn eentje, ja. Ja, de kinderen op school en de vrouw was er niet. Kerstboompje aan, altijd. Mijn vrouw doet dat met mijn kleine, met mijn dochter. Dus ja. Die ziet er goed uit. Ja, hij zag er goed uit, hè? Ja, ja nee, ik had er dus we gaan op social media... Hele... Ja, ik mag geen uitspraak over doen. We gaan op social media, delen we van iedereen van ons. We delen alle foto's van onze kerstbomen. En voor de mensen die hem goed kunnen koppelen, de naam van de kerstboom, ligt een flesje Iso Limoncello te wachten. We hebben er 3 apart gehouden. De rest is uitverkocht. Maar ik zeg eerlijk, ik heb bij iedereen, jullie hebben die foto's gestuurd, dacht ik, mooi boompje. En bij Kees dacht ik, holy shit, dit is gewoon een soort vakwerk. Ja, maar ja, ik heb het niet zelf gedaan. Ook niet met bemoeid. Nee, dat weet ik. Haal hem van de volgende. Ja, verstandig. Ja. Verstandig. Ja. Vries, ben jij eens hier? Echt kerstvieren, pakjes erbij, pakjes eronder, bij de familie langs? Nee, niet. Ja, dat, ik doe er allemaal aan mee. Maar ik loop niet voorop. Nee. Nee. Wat heb je voor je wijf gekocht? Ja, dat is niks. Dat hoopte ik hier een beetje inspiratie uit op te halen. Best wel lastig, ik heb niks eigenlijk. We hebben het ook een beetje samen besloten dat we dit jaar even overslaan. Maar dit jaar even overslaan. Je kent het niet zomaar even overslaan. We zijn het er samen over eens. We zijn het huis een beetje aan het aanpakken. Ja, het kutverhaal. Ja. We zijn het huis een beetje aan het aanpakken. En een nieuwe ding is gekocht. En we hadden eigenlijk ook niks nodig. Dus we hadden bedacht, misschien moeten we even. We gaan in januari wel wat leuks doen. We doen even niks voor elkaar. En je moet ook, weet je, ik doe het vieren met vrienden en met familie. Dan moet je overal een verlanglijstje maken. Nou, ik vind het al lastig om te. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik nog nodig heb. En dan moet je ook nog van je vriendin iets vragen en iets voor haar bedenken. We vonden allemaal een beetje veel hoofdpijn. Maar mochten jullie goede inspiratie hebben, dan ik aan me voor. Wat heb jij dan? Ik heb Gucci schoenen, Fendi schoenen en een Moncler tas gezien.
Maar allemaal laten staan. Nee, ik ben ook niet van dat kerst. Vriend, je hebt mij wel eens verteld, maar vertel ook even aan die andere gasten. Wat doe jij nou, zeg maar, tweede of eerste kerstdag? Je bent bij je schoonvader. Ja. Diner is klaar. Voor busje. Tijd om af te ruimen. Wat doet Bart Vriends op dat moment? Thomas en ik en Michel Breuer, moet ik zeggen, we hebben alle drie dezelfde ervaring, zeg maar, tijdens het kerst bij familie. En we hebben ook een appgroep die heet Tafel Afruimen. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar er wordt gegeten. Moeders heeft meestal gekookt, of de vrouwen of de mannen. En de hele tafel staat vol. En dan voel je toch een beetje schuldig. Althans, zo ervaar ik het toch een beetje schuldig dat je helemaal geen bijdrage hebt geleverd. En dan denk je aan het eind van het eten, denk je, ja, misschien moet mijn bijdrage zijn dat ik de tafel ga afruimen. Ja. Maar er zijn ook altijd grote pannen met helemaal dingen erin die je moet uitlepelen. En vieze borden en dingen. Dus ik kies altijd voor de makkelijke optie. En dat is gewoon echt maar die glazen zo stapelen. Een snack. Zo'n paar glazen zo. En dan zit je dan zo in de keuken. Zo. En dan heb je het gevoel. Ik weet niet of jullie het. Heb je het gevoel dat je je bijdrage hebt kunnen. En dat ze het ook gezien hebben, zeg maar. Ja. En Thomas heeft exact hetzelfde. En Michel ook. Dus wij sturen elkaar, geloof ik, elk jaar met kerst. Sturen we elkaar, zeg maar, om 3:15 middag zo'n fotootje van. Ja, ik heb weer een bordje in de vaatwasser. Herkennen jullie iets van dit? Nu kom jij wel een. Nee, ik sta echt de dagen in de keuken als kerst. Ja, echt. Ja, vind ik wel leuk. Ik krijg dat ook niet meer los. Mooi. Hoe goed die erin is. Zo sta ik er dan ook bij. Was het nou? Ja, maakt niet uit. Ja, ik wil limoncello, mag dat? Ja, zeker. Ik wil eigenlijk ook limoncello. Je neemt die van mij, ik krijg aan de straat. Ja, je hebt verloren. Ja, we zijn als laatste uitverkocht. Geweldig. Maar toch, zo is het toch? Zo werkt het toch? Ja, oké. Ja, ik betrap me er zelf wel eens op dat als ik dan iets opruim in het huis, dat ik het dan laat staan, dat ik dan de stofzuiger laat staan of zo, of de dweil laat staan, zodat mijn vriendin kan zien er is gedaan. wat kom jij voor je vriendin thuis? Ik ben wel romanticus eigenlijk. Ja, dingen die ze mooi vindt, dingen waar ze blij van wordt. Ja, natuurlijk. Wanneer komt deze uit? We zien het wel. Voor na kerst, anders hoort ze het. Ja, ze gaat niet luisteren. Hij is de lijst niet trouwens. Nee, het duurt lang. ja, gewoon dingen die ze mooi vindt. Oorbelletjes, ringetjes. Sieraadjes. Glimmertjes, toch? Ja. Nee, gewoon dingen waar ze blij van wordt. Ja, wat heb ik dit jaar gekocht? Mijn mooie handschoenen. Heb ik voor de maar dat, je weet dat ze dat wil of kies je het zelf uit? Ik vind soms kies ik zelf uit. Kies je een cadeau gewoon puur omdat je iets geeft waarvan je hoopt dat zij het wil hebben? Of ook iets wat je zelf zeg maar leuk vindt om te geven? Nee, ik geef wel dingen die ik leuk vind om te geven. Maar ik heb bij mijn vriendin altijd, daar heb ik echt wel een keer op aangesproken. Die heeft om de een of andere reden echt een bizar talent om de week voor kerst en de week voor haar verjaardag fucking mooie dingen voor zichzelf te gaan kopen. Dus ik zeg, maar hoe achterlijk ben je? Je hebt nu heeft ze als laatste 2 ringen en 2 oorbellen voor zichzelf gekocht. Ja. Vier oorbellen. Vlak voor kerst. Dus ik denk, ja, maar wat moet ik dan nu? Ja. En dat doet ze ook altijd bij de verjaardag. Dus nou ja, dan moet ik iets anders maar doen. Maar met kerst halen jullie ook altijd cadeaus voor... Normaal gesproken wel, ja. Nee, dat doen wij alleen met Sinterklaas. Oh ja? Godzakken, die limoncello. Oh, dat is niet fraai, jongens. Dit is echt fabriek. Dit is een soort... Doorgestoken naar medicijn is dit. Zo slecht? Ja, proef maar, het is echt niet normaal. Godzakken, wat zit hier in, joh? Ja, het is limoncello. Ja. Dit is dus mijn vijfde. Ja, maar limoncello is echt tering makkelijk om te maken, hè? Ja. Maar dat is jullie niet gelukt. Heb je al kerstpakketje gehad van de club? Nee. Nog jij, vriend? Varkensrollade zat erin. Oh, lekker. En een limoncello cake of zo heb ik ergens neergezet. Limoncello taart en allemaal drank. Fucking veel dranken. Wijn en bieren, weet ik het. Ik heb ook gereden. Okay. Ja. Zat er nog meer in? Ja, chocolade. Eten. Allemaal eten. En de varkensrollade. We hebben wel een keer bij Van Lamme kregen we een kerstpakket. Zo, hè? Gewoon een grote doos. Mm. En toen was al door de fiets naar de training. Ja. Ze zei, Jack Tuiper, Gerry Koning, wij brengen hem wel. Kom maar, ik neem hem wel mee. Zo, misschien. Dus die werd daarna gebracht thuis. En ik pak dat ding. Wat is dat ding? Of zo, joh. Ik zei, wat zit er allemaal in, joh? Die dingen in. Toen hadden ze die hele 3 biljartballen. Allemaal keus. Een tosti-apparaat. Hadden ze alles uit die speler zo, man, in die doos geflikkerd. Dus dat je hem echt nog. Ik had het nog steeds niet door. Ook, hij was nog zwaar. Ik had het nog steeds niet door. Ik ben nog benieuwd wat hij nou in zit. Nee, maar ook nog bij mijn ouders woon ik nog. En mijn moeder ook. Die biljartballen. Helemaal. Ja, dit was wel geslaagd. Dat was wel echt een leuk jaar. Dat hadden we toen met... hadden we veel Volendamse jongens ook. Was echt alleen maar dat soort... Ik had op de fiets en die hing dan ineens in de mast. Weet je, dat soort dingen. Alleen maar dat soort onzin. Wie was de koning? Van dat kinderachtige... Zo maar toch wel... Maar ja,
Peter Wijker ook weer. Wat was er nog meer? Ja, toen kwam hij omheen met Sandro Calabro. Ja, kwam bij ons. Ja, Sandro Calabro kwam op een gegeven moment bij ons. Daar praten mensen overigens nog steeds over. Dat Peter Wijker verhaal van jou. Ja, dat klopt. Ja, en Sandro kwam in de winterstop. En die was ook, die had ook, maar die had een beetje... wij hadden dan een fiets, dat soort dingetjes. Maar Sandro, die was iets... dus dan was het mooi weer. En dan ging hij uit het raam van de spelers omhangen. En daar kwam Peter aanlopen op zijn blousie. Was weer Peter. En dan gooide hij gewoon een emmer water van boven over hem heen. Dus dat Wijker echt van... Godverdomme! Gewoon helemaal zeiknat kwam hij dan... op de moest de training op beginnen. En dan ging hij... maar ja, weet je, die was ook gewoon 33, weet je. Die had daar helemaal geen trek in natuurlijk. Dat soort... nooit toegeven dat hij het gedaan heeft. Gewoon, ja, wel. Gewoon hem uitlachen. Ja. Dat soort rare... ja. Oh. Ja, goed. Dat was wel leuk. Mis je dat niet een beetje van... ja, dit 100%. Gedeelte? Want je hebt... we zitten ook nog steeds in een Snapchat. Snapchat. Groep. Snapchat. Ja, met jongens uit van de laatste jaren bij Volendam. Met Erik Schouten en noem maar op. En dan kan je vaak van die filmpjes van een aantal jaar geleden... kun je daarin plaatsen. Ja. Dus dan heb je vandaag 4 jaar geleden of zo. Ja. En dan zie je van die filmpjes ook weer, weet je, met het eten, dat je zout had losgedraaid. Kippensluis, die trappen daar dan in. Die zootje zout. Die zat er een keer niet in. Ja, weet je, in het hotel als we moesten eten, dat soort kleine dingetjes. Ja, dan denk je wel even terug. Dat je denkt, ja. We hadden het wel altijd... Het was wel altijd leuk. Er komt er zeg maar, als je stopt met voetbal... Kleedkamer is top. Ja, dat is ook wat jij... Ralf was er helemaal... Nee, kleedkamer. Wat vind jij het mooiste aan de kleedkamer? Ja, gewoon die grap. Ik kan nog 1 grap van Peter van Ooyen goed herinneren bij Venlo. Het was Everen Kromkras. Die had, was een jeugdspeler. Zat ook in, die was overgeheveld naar het eerste elftal. Die kwam bij ons in de kleedkamer. En hij heeft een aparte boxershort. En Peter knipte dat zijn boxershort. Hij kreeg maar dat het een jurk werd. Dus hij pakt zijn boxershort en hij trekt hem zo aan. Maar hij trekt hem gewoon helemaal tot het middenrif omhoog. Ja, dat is ook gefilmd, maar ja, dan lig je gewoon als kleedkamer lig je helemaal plat. En van dat soort dingen, ja, dat is geweldig. Je had ook van die zoutpotjes die aan de onderkant open ging. Oh ja? Ken je die? Ja, die zijn ook mooi. Die kan je dan met een of andere techniek, kan je zeg maar dat onderste dopje zo eruit halen en dan zet je hem gewoon op tafel. Dus als iemand hem dan oppakt, dan laat je heel spoor van zout achter. Nee, we hadden altijd van die plastic bekertjes waar je in prikte aan de onderkant. Ja. Maar natuurlijk niet de bovenste, dus je had hem geprikt en dan de 5e ongeveer. Ja. En dan omheen met je water en dan liep dat ondertussen. Ja. Het is zo kinderachtig. Bij Utrecht ook altijd. Dat was de trainer. Dat is het leukste als de trainer dan de lul is. Dat kan me ook herinneren dat beeld dat Fouke Boy was geloof ik trainer of tegendirecteur. Die loopt ze heel rustig zo. Die fucking over hem naar de tering. Niemand natuurlijk toegeven. Ja, dat zo kind. Maar ja, goed. Je trapte er zelf ook zeker wel eens in hoor. Want je dacht er ook niet altijd aan. Dat vroeg ook nog wel die tandenstokers die zo op zijn kop in je stoel staan. Maar dat is vervelend. Hé. Dan ging je op. Dan hopt hij weer omhoog. Dat deden wij nooit. Is dit een wereld waar jij bij wil horen? Ja, ik vind het top wel, ja. Ja, ja, wij hebben wel een keer in het theater... Ik speelde een aantal jaar geleden, 7 jaar geleden, zo in een stuk The Normal Heart. En het gaat dan over de AIDS-epidemie in de jaren 90. Super heftig stuk over homo's in de jaren 90 in New York en die allemaal doodgaan en zo. En dan begon altijd het tweede deel van die voorstelling begon met... We hadden 1 homoseksuele acteur, een hetero, en die waren dan, maar die speelden allebei gay. En die begonnen dan dat tweede deel dat ze samen aan het zoenen waren. En ik kwam er na 3 seconden op en dan begon die scène. Maar toen ben ik ook gewoon een paar keer niet opgekomen. Ik dacht, ga eens kijken hoe ik ze kan laten wekken met z'n tweeën. En ik was in de coulissen stond en dacht... En dan zag je zo na 3 seconden, denk ik, fuck. En doorzoenen en doorzoenen en zo omkijken. En dat ik dan gewoon echt zo'n timer had en dacht, ik ga bij 30 seconden. Dat soort shit. Ja, dat is wel magisch. Dat is wel leuk om te doen. Ja, dat is goed. Ja. Vriendje, ik hoorde dat jullie op trainingskamp met z'n 4 op een kamer liggen. Ja man, het is kan je dat geweldig. Even gewoon dat beeld schetsen? Want ja, dat, ik ben gewoon, ik ben geweldig. Ik ben 31 onderhand en die gasten met wie ik sliep eigenlijk ook ongeveer. Ik vond vroeger trainingskamp ook altijd wel hard werken en een beetje gedoe. Maar tegenwoordig is, ik vind het zo mooi eigenlijk. Je ligt, ja, het is gewoon net alsof je terug bent met je school of met je vrienden naar Joret de Mar met z'n allen op een kamer. En er wordt wel getraind natuurlijk en gewerkt 's ochtends en er wordt een wedstrijd gespeeld. Maar tussendoor, ja, je weet zelf ook, is er ook zoveel vrije tijd waarin je een beetje in de Spaanse zon aan het kaarten bent. En een middagje naar Valencia kan rijden en
two-touch speelt en de bal de zee in knalt en de verliezer moet de zee in. Het is een hele dag door dat soort shit. Ja, het is... En dan zeker als je dan met z'n vieren op een kamer ligt. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon gezellig. Dan is het om 11 uur 's avonds nog even spelen. En dan gaan we weer 10 potjes kaarten. En ja, dat is gewoon een schoolreisje ook, man. Met wat voor types lag je op de kamer? Ja, die... Want je hebt altijd eentje die snurkt. Die twee zuiplappen van Krooi. Meegespeeld. Ja. Nee, dan sta je in de schulden. Bij mij sta je vaak wel in de winst, toch? Nee, die kunnen we aardig spelen. Bij Nicolai sta je vaak in de winst. Die was er ook bij, trouwens. Ja, dat een beetje, man. Dus ik vond het top. Ik vond ook nog zo'n type die dan iedere avond zijn vriendin gaat opbellen? Ja, iedereen. Ja? Echt iedereen, ja. Nee. Het verbaast me echt. We appen wel elke dag even. En af en toe even een belletje. Maar dit is gewoon 's ochtends en 's avonds een FaceTime. Loopt iedereen ook weg of niet? Of doen ze het wel met anderen erbij? Ik vind het ongemakkelijk. Niet helemaal oud in die open. Ik kan niet goed met die zelf FaceTime als er mensen bij zijn. Waarom niet dan? Heb je... Ja, bijvoorbeeld als vader bij zijn, voel je de hele tijd bekeken. Dat hij zit op te letten van, oh, kijk wat hij zich anders gedraagt. Kijk of hij wat anders doet. En ga ik toch ook iets anders gedragen? Ja. Met name als je ook geen kinderen hebt, dan snap ik niet zo goed. Of hebben ze wel allemaal kinderen? Dan zou je misschien kinderen, zeker. Dat je wat vaker belt. Maar... Jawel. Delano en Nick hebben er allebei twee, toch? Ja. Dat is wel logisch. Waar het druk mee. Ja. En is trainingskamp dan eigenlijk teambeelden of leer je echt shit? Zeg maar, doen jullie echt dingen waar je wat aan hebt? Of is het eigenlijk gewoon vooral gezellig? Zou teambeelden moeten zijn. Nou, maar ik denk dat de meeste, ik weet eigenlijk niet bijvoorbeeld hoe het bij Excelsior, maar ik denk dat de meeste trainers toch denken een beetje van beide. We gaan het gebruiken om heel veel te trainen en misschien kunnen we een beetje fitheid kweken of zo. Maar wat ga je in een week opschieten, vraag ik me af. En ik merk altijd, we zijn ook een avondje natuurlijk met z'n allen uit geweest. Ja, er is echt niks beter en leuker en bindender dan met z'n allen een spoor van vernieling achterlaten. Ja, toch, zo is het. Ja. Dus dat is volgens mij de ideale combinatie. Ik weet niet hoe jullie dat bijvoorbeeld bij Excelsior doen of iets. Ja, er werd wel hard getraind en veel getraind. 2 keer per dag ook? Ja, bijna alle dagen wel. Dus dat is wel, maar dat doe je in Rotterdam toch ook niet? Waarom zou je dat dan ineens daar wel doen? Ja, omdat je dan gewoon de tijd hebt en je bent zoveel met elkaar. Dus, tijd heb je in Rotterdam ook toch? Nou ja, in Rotterdam zit je natuurlijk niet met z'n allen in een hotel bij elkaar. Heel de dag. Nee, maar je kan toch gewoon tegen mensen zeggen, we trainen vandaag 2 keer. Dan moet je toch gewoon Tuurlijk kan dat. Maar nu ben je gewoon wat intensiever bij elkaar. Ja, dus heb je ook meer tijd om elkaar te trainen. En ik denk dat trainingskamp best wel een mooi moment kan zijn waarop je gewoon even wat meer kan doen dan dat je normaal doet. Zeker als het nog zo ver van de competitie is. Maar het kan allebei. Ik heb allebei meegemaakt dat het 1 keer per dag... Weet je nog, een dik advocaat. Dat is mooi, hè? Dat was gewoon 12 uur, 1 keer per dag trainen. En verder hoefden we niks te doen. Dat was helemaal een vakantie. Wat ooit meegemaakt, Kees. Je werd wakker. De training was ook niet om 10 uur 's ochtends, maar om 12 uur 's middags. Was ontbijten. 2 uur een beetje wachten zo. Een beetje kijken. 12 uur ging een uurtje trainen. Ja. En dan was je om 1:30 klaar voor de lunch. En dan was er geen programma, niks. Dan was het klaar de rest van de dag. Ja, de dikste vorige club was Zenit volgens mij geweest toen. Of weet ik waar. Nou, ook geen beelden dan daarna, s'avonds of iets. Het was zijn eerste week of zijn tweede week of zo. Hij was eerlijk gezegd, hij en Cor en die waren even wat anders gewend geweest. Ja, maar die waren ook de hele week, tenminste in mijn herinnering, wij zaten een beetje zo op een bank. En dan zaten zij zeg maar een tafeltje verderop. En daar kwamen de hele tijd zaakwaarnemers langs. Ze waren gewoon alleen maar nieuwe spelers aan het rondselen, zeg maar. Die vonden het ook helemaal niet goed genoeg. Vonden ons niet goed genoeg. Dat wilde ik vragen. Slaap je als Excelsior dan, hè? Als enigszins bescheiden club, slaap je dan in een beetje vet hotel of is het gewoon echt wel een beetje schooierig? Nee, was echt prima. Het was echt prima hotel met een golfbaan eromheen dus, en super mooi veld. Gewoon grasveld. Dus dat is echt, ik denk als je bij grotere clubs zit, dat het misschien allemaal nog beter geregeld is. Maar en kom je ook wel eens andere clubs tegen bij zo'n voorbereiding? Ja, op het vliegveld kwamen we Emmen tegen en... Op het vliegveld terug kwam Feyenoord tegen, dus je komt elkaar wel... Het is zo'n oord waar eigenlijk niks is, behalve een paar van die aardige resorts, waar gemiddelde voetbalclubs komen. En als je dan in Dubai zit, dan zit daar Chelsea en Ajax en ik geloof dat PSV nu in Marbella zit, dat is ook allemaal net iets hoger. Maar ja, waar wij zitten, het is gewoon aardig, hè, dat Portugal en zo. Maar ik denk, neem aan dat jij, Kees, daar ook bent geweest en Ralf. De Marbella ben ik. Je zit altijd in een soort plek waar je komt er 4 voetbalclubs tegen, Kaiserslautern en Gent. Ja, en wij zitten met de Spezia, Italianen en Heerenveen. Ja, er waren meerdere clubs altijd bij Marbella. Toch? Waar je allemaal traint. Met die muren achter de... Maar hebben jullie het idee dat die... Ik heb namelijk bijvoorbeeld van niet, maar hebben jullie het idee dat die teams, dat die clubs ook een soort van contact met elkaar hebben? Dat die spelers onderling een beetje hangen of iets? Nee, toch? Nee, volgens mij komen ze jongens die elkaar kennen wel, toch?
Ja, als je bekenden van Nederland tegenkomt, dan hang je soms wel met elkaar. Maar... Ja. En oefen je dan tegen elkaar op zo'n, of is dat ook niet? Speel je wedstrijden? Ja, wij zaten bijvoorbeeld bij dat La Spezia, Italiaanse club, waar Jeroen Zoet speelt. En ja, die waren echt fucking serieus. Ja, wij ook redelijk, maar zij waren echt fucking serieus. En je moet dag trainen. Echt moet je mij ook zeggen. Ja, ik moet het er altijd even bij zeggen, omdat ze denken dat het feestje is. Maar en helemaal van die allemaal apparatuur mee en ijsbaden van die koude stoomcabines en zo heel de tijd. Ja. Dus, wij moesten toch vaak wel lachen, want wij zitten ook heel vaak gewoon aan het eind van de middag met een shirt uit in de zon te kaarten, weet je wel. Dus dat is het beeld. En dan spelen we op zaterdag tegen ze en dan is het wel 3-1 voor Sparta. Dus, ja, dat is toch wel. Dat je dan denkt, ja, dan ga je met je drie keer trainen per dag. Ja, nou, ze zullen, of vermoeidheid kan natuurlijk ook. Ja, dat heb je. Maar, ja, wij hadden toen met Volendam, hadden we echt goede oefenwedstrijd tegen Galatasaray, hadden we toen een oefenwedstrijd. Ja. Die was live op tv in Turkije. Ja. Het was Fatih, 1-0 Fatih voor Fatih Terim was trainer. En die hadden die sterspeler, Hassan Sass. Die linksbuiten was het. En toen hadden wij Cerezo Funga Wing. Ook wel bekend. Mm-hmm. Die dacht van, nou weet je wat, die Sas die moet eventjes een paar keer door de lucht. En die gaf hem toch op een gegeven moment en toe met de brancard eraf. Ja, ja, ja. En die Terim helemaal wild tegen Wisman. Ja, ja. Ja, weet je dat, in alle Turkse woorden. En toen, friendly game, friendly game. En toen zei Henk, wie dan play friendly games? Even tegen Volendam, de eerste divisionist, hè, was dat toen nog. Maar wat nog erger is, weet je nog, met VVV zijn wij een keer in Nederland op trainingskamp gegaan. Ja, op 20 minuten afstand. En niet normaal. Ja, dat is eigenlijk bij mij. Het is geweldig. Laat mij deze doen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Wij gaan op trainingskamp. Iedereen neemt zijn spullen mee. Iedereen pakt zijn voetbaltas in op het stadion. We vertrekken met die bus. Wacht even, hij gaat die limoncello nou bij schenken. Ja, het is goor, maar wel verslavend. Ja, sorry. 20 minuten afstand. We checken in het hotel. We gaan naar ons veld waar we gaan trainen. Veld bevroren, we kunnen daar niet trainen. Gaan we elke dag van het hotel terug naar het stadion. Daar trainen. Daar trainen. Ja, dat is toch hilarisch? Ja, dat was echt mega goed. Dat was met Maurice ook. Moet hij zichzelf ook om hebben gelachen of niet? Ja, ik denk dat hij zichzelf om heeft. Hij kon er ook niks aan doen. Die club had gewoon gezegd, die amateurclub, we maken het veld speel klaar en het is geen probleem, jullie hoeven niet te stressen. Er was ook nog kunstgras, maar gewoon een ijslaag, je kon dat niet trainen. Want ik denk, want volgens mij had de club had zeg maar helemaal geen mogelijkheden toen om op trainingskamp te gaan. En hij wilde per se iets dat we dan met de groep bij elkaar waren. Ja, dus kon alleen een Roermond in de buurt, maar toen kwam dit. Ja, dat is toch natuurlijk uiteindelijk helemaal nergens op. Dat was echt bizar. Ja, dat is wel het risico. Wij zijn ook, maar ik vind het op zich ook niet erg. Wij waren toen naar Delden gegaan, toch in de winter met Sparta. Maar Delden is op het algemeen best wel goede faciliteiten. Daar heb je gewoon heel veel te doen. En zo. Ja, Delden is top. Ja. Op zich. Ja. Ik herinner me dat wij vroeger een keer met ons amateurteam hadden we altijd van die paastoernooien. En wij speelden dan net dat niveau tussen goede amateurs en gewoon dat het zo een beetje fatsoenlijke, matige profteams kwamen. En dan hadden we altijd van die paastoernooien. En dan was zo'n schitterend verschil tussen, je had dan hoofdklassen en divisie amateurteams. En uit het buitenland kwamen dan ook altijd teams. Maar dat waren dan net de serieuze profteams. Er kwam, ik weet nog dat er een Zweeds team kwam met echt een spelersbus en een hele staf. En dat wij s'avonds gewoon met z'n allen echt sternakel dronken. Waar was het? In Arnhem of zo. En dat we dan de volgende dag hadden besloten. We gaan de tegenstander in de war brengen. We gaan vandaag 4-0-6 spelen. We gaan met 6 aanvallers spelen. En dat we dan tegen een Duits team speelden. Die alleen maar riepen. We vullen aan de hinter, we vullen aan de hinter. Dat ze de hele tijd te weinig man hadden achterin. En dat je dan naast je zo'n Zweeds team zag met de inlanders. We vullen aan de hinter, we vullen aan de hinter. Dat ze gewoon de hele tijd een paar man te weinig achter. Maar we hadden geen middenveld. Dus dan was de tactiek aftrap en dan peren hem gewoon naar voren. En dan gaan we ze gewoon vastzetten met 6 man voorin. En dan had je op het veld en naast zag je dan zo van die hele serieuze Zweedse teams. En dat was altijd zo grappig. Oh. Ja, dus ik heb eigenlijk altijd wel genoten, in ieder geval de laatste jaren. Wat deden jullie, Kees? Hoe doodde je de vrije tijd, zeg maar, op trainingskampen? In spelletjes, man? Of ja, kaarten. Doen? Ja, ja, het lag er natuurlijk. Klaverjassen, kingen. Ja, dat lag natuurlijk wel een beetje aan waar je. Want ik weet nog, in mijn naktijd hadden we alleen maar katers. Ja. Je Pender, Zwaanswijk, Lulling, noem ze allemaal. Hadden we 2 of 3 groepjes. Ja. En dan kon je heel makkelijk kaarten, maar daarna in mijn Groningenperiode, dan was het echt was het schrapen. Met Michael de Leeuw en Bizot speelde nog wel eens. Kief de Belt, ja, dan was het al wel... Van Loo was geen kaarten? Brian mocht niet meer meedoen, dus het was ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus ja, dan was het gelijk... Nee, dus dat ligt er ook wel een beetje aan natuurlijk. Maar ik hou wel van kaarten. Ik
slapen in de bus, dat heb ik ook nooit begrepen, saai, dat je dat kan. Ja, dat je dus om 1:30 smiddags naar de Graafschap moet en dat je dan gaat slapen. Ja, ja, ik kan er niet meer in, maar ja, die jongens, ja, in Zuid-Afrika was het ook geen klaverjassen. Wat gebeurt? Wat, wat heb je daar gedaan dan? Wat gebeurt daar in de vrije tijd? Ja, en dan had ik op een gegeven moment... Hè, ja? Ja, zo'n spelletje. Moest je al die kaarten... Ik weet niet meer. Moest je dubbeltjes maken en zo. En het was echt onnavolgbaar. Ja, een soort stifter. Die gingen meteen slapen. Ja, meteen slapen. Allemaal. Ja, en allemaal met jas en muts op. Allemaal ja, ja. In de bus, ja. En jij patience en zo. Ik had mijn iPadje mee. Dat ja, je dan een serietje keek. Of en, ik had wel een paar jongens waar ik mee optrok. En ja. Daar... Maar ja, als je van Johannesburg naar Bloemfontein moest, ja. Dan was je gewoon 5 uur onderweg ja. Met de bus. Ja, ja, dan had je na een uur had je het wel verteld ja. Tegen elkaar. En werd er bij een club gespeeld waar er echt met grof geld werd gespeeld, bijvoorbeeld? Nee, dat viel wel mee. Dus het is overal, je hebt zeg maar Groningen maar ook in Duitsland gezeten, overal wel een beetje vergelijkbaar. Ja, in Duitsland bedragen. Pokerden we, wel met Paul Verhagen en zo, maar dat was ook wel met de Nederlanders. Dus ja, ja dat blijft dan toch zuinig, hè? Dus, ja, ja. Hoeveel koop je dan over? 50 ja, euro? Ja, ik pokerde niet. Ik daar speelden we ook klaverjas. Ja. Dus en die andere dus jongens nou, pokerden, maar... Nu is ineens een klaverjas. Nee, ik klaverjas en die andere jongens pokerden. Ja. En dat ging dan wel iets ruiger. Dus, maar, nou nah, dat was ook een beetje... Ik had ook op een gegeven moment, als ik in de plus stond op het eind van het seizoen, dan, ja, dan waren we het betaald. Alweer vergeten. Ja, ja, dus, ja, prima toch. Dus bij jou, Raf, is er ergens grof gespeeld? Nee, alleen maar eurotjes, man. Kleine eurotjes. Ja, als ik terug... Ik heb niet in de hoogste regionen gespeeld. Nee. Was je een beetje een winnaar met kaarten? Ik heb van jou volgens mij nog die Louis Vuitton tas gekocht. Nee. Wat Kees zegt, vaak was het gewoon... dat je aan het eind van het seizoen zei, het is prima zo. En, ja, had je in een jaar had je plezier gehad aan de kaarttafel, ja. En was het goed. Ja. Maar nergens echt met grof geld. Thomas misschien? Nee. Bij ons ook niet. Totdat ja, we speelden altijd... Speelden we niet Blackjack bij Sparta? Oh, ja, dat ging op een gegeven moment hard. Ja, we speelden dan een euro of 2 eurotjes per hand of zo. Ja, dat kan, maar dat loopt kan op een dag zo. Nou, wat is het, naar 50? Nou ja, laat ik zeggen 20, 30 euro lopen. Nee, dat ook weer. Ja, ik weet het niet precies meer. Was je onderbeurt de bank, hè? Ja, als je onderbeurt de bank en je hebt ook met verdubbelen, ja, je kent het wel ongetwijfeld, maar daar kwam Royce en Drenthe kwam wel even, die kwam er bij ons, die kwam ja. Met andere bedragen spelen. Ja. Die kwam tientje per hand, ja, 20, verdubbel het 20, ja, dan moet je mee, weet je wel. Dat is lastig, ja. En dan tot de bank doodgaat, zeg maar. En dan tot de bank doodgaat en dan draai je hem door, zeg maar. Hij had echt 2 minuten nodig, denk ik. We speelden voor een eurotje of zo, of misschien 5, ik weet het niet eens. Hij had echt 2 minuten nodig en toen stond het al op 5 euro. Ja. En dan ben je toch, wie is dan degene die zegt van... Ja, klopt, maar dat zeg je niet snel. Nee, niet precies. Snel. Dus dan is toch... nog, eigenlijk zegt niemand dit, maar het zeg maar zo hoog op. En dan ga je tegen elkaar zeggen, hey jongens, dit kan eigenlijk niet. Ja, doe niet meer mee. Ik ga medestanders zoeken. Ik ga verpreppen boven. Ja, nee, dat is ja, het is boven, verder spelen zonder Royston. Oh, ja, man. Nou ja, goed. Nee, bij Excelsior deed ik klaverjassen, maar dat was ook euro's. Ja. Euro per kruis. Ja, ja precies. Ja, toepen, ja, sommigen hadden dan 80 of 100 in de min in de maand. Dat werd op zich, vond ik best wel grof, maar... Ja, het was die andere tafel bij Venlo, inderdaad. Die speelde wel wat groffer, inderdaad, met... Van Krooy, Roel Jansen. En de Van Krooytjes, ik kan nooit rustig doen. Nee. Dat ze jou niet vreemd in de oorkleding. Jij een spelletje, man? Ja, wij speelden op het toneelschool altijd met 3 vrienden lussentikketje. En het was dan het spel dat je met je lul op de blote huid moest tikken. Maar het ding was dan, je mocht niet... gedwongen, dus ik mocht niet jouw hand naar mijn lul brengen. Dus ik moest mijn lul op jou aanleggen. Wat is dit? Ja, en het ding Zullen was... Even. Het ding was dan... Het was zo, we deden met 3 vrienden, met z'n 4's. En het ding was dat we op een gegeven moment echt altijd scherp waren. Dus je stond nooit meer... We speelden het gewoon het hele jaar door, zeg maar. Aan het eind van het jaar, er lag een heel zielig, heel eng, heel klein bootje vlak om de hoek bij de toneelschool met slingers aan waarop stond Massage Boy for Men. En de verliezer moest daarheen. en de verliezer was degene die het vaakst getikt is. Ja, die was op de laatste speler. Je geeft hem door, zeg. Ja, dus je geeft hem door. Dus ik tik jou. Maar het ding was dan... Er was op een gegeven moment... Er afgesproken wat de laatste dag was. De laatste schooldag en ik dan was, moest naar die massage. Dus dan moest je echt met les zijn over die laatste dag. Dus dan werd heel veel lussen getikt op de laatste. Ja, maar het ding was dus, de laatste maanden waren we altijd scherp. Als in, je stond nooit meer met je rug naar
de ruimte. Je stond, je stond nooit met je handen achter je rug. Je hield je handen altijd op deze hoogte. Maar het ding was, we hadden op de toneelschool ook danslessen en dat soort dingen. Dus dan gebeurde het wel eens dat je dan ineens met iemand een soort dansding had. Dat je gewoon je lul eruit en hem in iemands nek kon leggen en dan weer snel wegrennen. En, de mooiste keer is een keer gebeurd dat een docent iets uitlegde aan mij. En die liep met de rug naar mij toe en de hele klas zag het. En in dat moment rende ik naar voren naar een vriend van mij en legde ik mijn lul zo en ben ik er terug gaan zitten. En toen was hij. En zij had het niet gezien. Maar ja, dat was het spel. Maar goed, dat kan nu niet meer. Nee, dat kan nu niet meer. Dat kan nog niet meer. Dat is geen waargekeken. Dat weten voetballers wel makkelijk kunnen spelen. Dit spel was wel makkelijk. Ja. Lustig ticketje. Lekker man. Dan gewoon bij een corner laatste minuut in achterstand. Eerst even iemand tikt. En de rest van de klas haat het, want die zag het de halve tijd een gast weer zo lul als Maar wat er gebeurt gewoon in een klaslokaal helemaal ook? Nee, we deden het, want dat is het ding, je wilde niet anderen heel erg mee lastig vallen. Maar het was gewoon, want als ik dan een vriend van mij zag staan en die zag ik, weet ik veel, bellen of zo. Ja. En dan ging ik gewoon heel lang wachten in een hoekje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is misschien echt gewoon met hij niet door. En dan rende ik gewoon lul eruit op zijn hand. En dan zag je hem gewoon balen. Hey, is dat dan is dat jullie zelf hebben bedacht? Of is dat door de generaties heen? Ik ga geen namen noemen, maar een aantal zeer, zeer bekende mensen die in de jaren 90 op de toneelschool speelden, deden dit ook. Ik zeg straks wel wie het waren, want anders vind ik het zielig als ik kunnen bijna. En ze allemaal, maar van ze worden allemaal veroordeeld voor de die luisteren ook niet, John. Nee, maar ik zeg, het was inderdaad, ik weet van Nieuwkerk. Acteurs. Zit nog in Duitsland. Is weg, ja? Ja, ik ga ook een oliebol. Lekker, man. Ja. Heel echt, het is mooi geweest. Ja, mooi geweest. Oké. Misschien even het WK toch even. Je hebt sowieso alles gezien, begreep ik. Mm-hmm. Kees, behalve Nederland, Argentinië. Ja, dat moet je even missen. Ralf vermoed ik ook. Zelfs Maarten heeft het een en ander meegepakt. Was het de moeite waard eigenlijk? Bedoel je in het algemeen? Ja, in het algemeen. Was het een toernooi om van te genieten? Ja. Mooie dingen de finale gezien. Heeft wel veel goed gemaakt. Of het eind, zeg maar. Ja. En uiteindelijk de wereldkampioen. Dat is persoonlijk dan. Het had ook wel wat. 'S ochtends, dinsdagochtend om 11 uur. Ja. Hè, dat je Cameroen-Servië opeens 3-3. Hoe kan dat nou? Ja. Dus het had wel wat. Maar ja, je verwacht er toch altijd net wat meer maar van. Over het algemeen was het gewoon, denk ik, gewoon ook de weg ernaartoe, zeg maar. Voor al die problematieken in Qatar, zeg maar, dat had al een bepaalde lading. Ja, ook voor jou bijvoorbeeld? Nee, maar maakt het niet zoveel uit. Ja, maar ook omdat het daar ging het dan ook nog steeds de hele tijd. Ja, iedereen kwam er elke keer op terug. En dan waren de wedstrijden van Nederland waar je dan vooral naar kijkt. Ja. Waren in het begin ook niet superleuk. Altijd. En dan op een gegeven moment tegen Argentinië, dat weg was, nog twee keer scoort. Ja. Dat zorgt dan voor een opleving. Ja. Maar verder en wel een opleving die je nog nooit eerder hebt meegemaakt in je leven, toch? Of althans, het kwam bij mij. Nee, het was geweldig. Je stond ook te springen en zo. Maar achteraf kun je wel zeggen van een e-check van Nederland zelf. E-check, jij. E-check. Maar wat had jij dan? Wat valt er dan tegen de manier waarop er is gespeeld? Of gewoon de uitblinkers? Nou, ik denk wel dat je dit WK wel zag dat er niet veel ploegen waren die graag naar voren wilden spelen. Maar toch best wel veel goals, toch, denk ik? Als ik naar het EK van statistisch gezien meer goals inderdaad dan een normaal WK in EK. 172, voor mij waren vorig jaar zoiets. Je voelt al die pools in. Ja, ik heb ook gekeken. Volgens mij daarvoor 168, 166 inderdaad. En mijn vader die doet ook een pool waar dan 75 mensen aan meedoen. En toen voor de finale zei ik tegen hem, ik zeg nou, mijn dochter Pam, die heeft de doelpunten goed, 167. Ja. Zei die, oh echt waar? Maar het bleek dus dat er 166 waren gevallen. Ja. En toen waren er daarna dus nog 6 goals bij. En toen had mijn vader in de chat, had hij gezegd, er zijn 173 goals gevallen, jongens. Ja. En die is derde geëindigd, helemaal blij. En toen bleek dus dat hij er een doelpunt naast zat. Maar dat was dus mijn schuld. Dus ik weet dat het dus 102 is. Dus toen moest hij de dag erna nog zeggen tegen diegene, ja, je bent geen derde geworden. Dus dat, daarom weet ik dat het 172 was. Maar als je nou echt ploeg hebt die echt voor de winst gingen spelen, Canada... Ja, vet. Ja, die waren echt een mooie ploeg. Wel 0 punten. Maar Marokko speelt ook voor de winst. Maar dan ja, maar oké, laat ik zo zeggen. Die zeg maar attractief. Laat ik het zo zeggen. Duitsland. Spanje.
Hè? Van dat getikken word je ook op een gegeven moment, weet je, er... Ja, hij miste gewoon echt een spits. Ja. Hij miste echt een spits. Want voor de rest vond ik ze echt, qua veldspel vaak wel de overhand hebben. Maar ineens, je wist van tevoren, het toch moeilijk om een goal te maken op die eerste wedstrijd na. Maar over het algemeen werd het voor Spanje lastig om doelpunten te maken. Ja. En ik miste een beetje, echte topwedstrijden. Hebben we een beetje gemist. Je hebt Spanje-Duitsland gehad, je hebt Engeland-Frankrijk gehad. Engeland-Frankrijk gehad, Argentinië-Frankrijk natuurlijk. En Nederland-Argentinië qua affiche. Ja. Ja. Dus je hebt de echte clashes, ja, die miste je een beetje. Maar misschien is het niet zo tegen toen doordat Kroatië Brazilië uitschakelde en Marokko natuurlijk Spanje. Ja. Dat viel zomaar qua affiches een beetje tegen, maar je hebt wel echt vette wedstrijden gezien. Toch met Uruguay tegen Ghana, geloof ik. Ja, die laatste. Die was echt gruwelijk. Ja, het was wel sommige toen was dat die wedstrijd echt alles open lag. Ja, dat niemand meer kon, maar ze moesten allebei winnen. We zijn al een aanvallers eruit gehaald, want ze dachten we zijn er. En toen scoorden ze uit Korea. Ze waren zo huilend op de bank zitten. Ja, dat was precies. Die wedstrijd was zo dood als ze maar kon zijn. Ja. Want Ghana was eruit en Uruguay, die denkt we zijn er. Ja. Tot er dus iets gebeurde. En toen gingen ze eigenlijk voetballen zoals wij in het park voetballen. Ja, ja. Nou, alle twee lekker. Dat was het mooiste kwartier van het WK. En dat moment dat Costa Rica scoorde, weet je wel. Dat zowel Spanje als Duitsland eventjes uitlagen. Dat was ook mooi. Dus er zijn wel best wel mooie dingen nog gebeurd. Je verwachtte misschien net even. Maar je hebt maar ook zoveel wedstrijden. Maar komt het niet omdat je zeg maar de wedstrijden van het vorige WK... De dingen die je daarvan herinnert zijn alleen maar de mooie wedstrijden. Toch over het algemeen. Of wordt er gewoon lelijker gevoetbald dan 4 of 10 of 15 jaar geleden? Ik denk wel dat er meer gewoon gekeken wordt hoe kan ik het resultaat boeken inderdaad. Ja. Nou, Nederland doet dat toch ook. Echt van alleen maar reageren. Ja. Met je KVB-stijl. Precies. Ja, maar je kijkt toch ook gewoon naar teams die niet op elkaar ingespeeld zijn? Omdat ze gewoon een weekje voorbereidingstijd hebben. Dat. We zijn toch ook gewend dat je naar Liverpool City kan kijken... waar al 5 jaar lang dezelfde trainer, dezelfde filosofie hanteert... dezelfde spelers. En nu zit je gewoon naar 11 gasten te kijken... die bij elkaar geflikkerd zijn en een week mogen trainen en nu met spelen. En de tijd van het jaar was ook niet... Nee, vond ik niet echt. Vond mezelf niet echt prettig, maar als je Timber hoorde, zeg maar. Serieus? Timber vond het wel. Maar je had inderdaad maar een week voorbereiding, zeker. Dat slaat nergens op. Maar je hebt ook zoveel wedstrijden. Je hebt ook echt wel leuke momenten gehad. Ik heb me niet verveeld hoor. Nee. Maar je had op een gegeven moment ook wel eens dagen dat je om 5 uur dacht van. Nou, moeten we weer. Zuid-Korea, Uruguay. Nou, gaat hij weer. Ja. We hadden een van de discussies in onze podcast die niet helemaal uit de verf kwam. We kwamen er ook niet helemaal uit. Het ging over, ben je iemand die houdt, laat ik zeggen, van de romantiek van het voetbal? Van mooi spel of gewoon voor het effectieve resultaat gaan? En wij kwamen er eigenlijk niet helemaal uit. Maar de vraag is meer, vind je dat... Vaar het even een rondje. Isolemmen, lekker. De vraag is meer, zeg maar, vind je bijvoorbeeld dat het Nederlands elftal op een of andere manier de plicht heeft om ook een beetje aantrekkelijk te voetballen? Een beetje mooi, positief, aanvallend te voetballen? Of is het genoeg als je die plicht niet voelt en gewoon puur voor het resultaat, zoals ze lijken te doen? Nou, ik kijk liever gewoon naar attractief voetbal. Net als Guardiola vaak laat zien. Maar dat kan bijna niemand. Maar Guardiola met de beste spelers van de wereld. Nou, volgens mij is Messi de beste, die speelt er niet, maar dat tezijde. En Neymar en Mbappé. Kan wel even doorgaan als je wilt. Nee, maar je weet toch wat ik bedoel. Ik bedoel zeker. Maar hij laat het wel gewoon bij herkenbaar voetbal zien, attractief bij elke ploeg waar die leiding heeft. Ja, nee. En zeg maar, je hebt ook Mourinho. Je hebt Mourinho bijvoorbeeld ook. Die komt ook bij topclubs. Nee, maar als jij Marokko bent, zeg maar. Dan ga je toch niet proberen om... Maar op die landen doe ik ook niet. Maar bijvoorbeeld Brazilië... Nederland, zeg maar, waar je gewoon Van Dijk ook Frenkie de Jong hebt. Een Argentinië. Kijk, Kroatië die heeft echt een goed middenveld, zeg maar. Maar die proberen wel echt mooi voetbal te spelen. Het is jammer dat het aanvallend daar wat minder is. Maar die proberen wel echt goed aanvallend voetbal te spelen. Daar kijk ik persoonlijk liever naar dan dat je inzakt. Ja. Terwijl ik dat ook regelmatig gedaan heb in mijn carrière. Inzakt. En gewoon, en lange ballen op twee gasten spelen. Lange ballen Voor mij was het prima, zeg maar ik hou meer van gewoon mooi voetbalspel. Ja. Ook als je daarmee de kans verkleint dat je wint van je tegenstander. Want dat is eigenlijk de hele tijd toch? Want ik kijk er ook veel liever naar. Ik heb fucking hard genoten van Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Die niet altijd goed speelde, maar in ieder geval heel erg positief en een beetje sierlijk en vrolijk speelde. Maar de
ik denk dat Van Gaal bijvoorbeeld redeneert bij Nederland van ja, als we zoiets bij Nederland gaan proberen, zijn we zo kwetsbaar. Of we zijn er gewoon niet goed genoeg in ten koste van de tegenstander. Ja, dat we de kans vergroten om te verliezen. Ja, dat weet ik dus niet. Wat best wel gek is, want als je kijkt naar de achterhoede, denk ik dat we daar helemaal niet zo kwetsbaar zijn. Als we met druk vooruit spelen en met ruimte in de rug. Je hebt daar eigenlijk 3 centrale verdedigers die dat alleen maar gewend zijn om met 40, 50 meter, Timber zelfs soms 70 meter in zijn rug te spelen. Dus dat is best wel alleen. Ik denk wel, wat jij net zei over het met elkaar tot een plan komen. Als je daar maar zo korte tijd voor hebt, dan denk ik dat hij uiteindelijk gewoon heeft gekozen voor de makkelijkste manier. En dat is, nou, we zakken dan maar terug. Ja. We hebben niet echt de buitenspelers, vindt hij. Nou, dan doen we het in dat systeem. Ja. En dan probeer ik op die manier een echt collectief te... En dat we moeilijk te verslaan zijn en dat we het op die manier redden. Ja. En als het dan niet lukt, ja, dan krijg je uiteraard de kritiek die dan ook wel terecht is, vind ik. Ja. Want als je nou kijkt naar alle tegenstanders die je hebt gehad, ja, maar had wat, Nederland nou, maar, als ze echt druk hadden gegeven en attractief hadden gespeeld, hadden ze dan niet in de kwartfinale gekomen. Maar als je die penalty-serie had gewonnen, Is 100%. Had je geen kritiek erop gehad? Nou, ik denk dan zeker wel dat je na die wedstrijd kritiek had gehad over van, zie je nou hoe we het hebben gered tegen Argentinië? Ja. Dat we naar voren gingen en een beetje opportunistisch gingen voetballen. En niet die eerste 80 minuten, want dat vergeet je dan bijna. Dat was niet om aan te gluren. Ik denk ook gewoon, want Argentinië speelde in de finale ook gewoon aanvallender dan Frankrijk. Ja. Vond ik, en veel leuker om te kijken. En dat was eigenlijk de eerste keer dat Argentinië, vond ik wel... redelijk goed aanvallend spel liet zien en durfde wat hoger te gaan staan. Ja, klopt. Ja. Daarmee verrast. Saudi-Arabië eerste helft ook, hè? Saudi-Arabië tweede helft was echt ook briljant, vond ik. Maar ze begonnen inderdaad goed, toen zijn ze wat teruggezakt. Maar ik denk inderdaad, Nederland had dit ook gehaald met aanvallend voetbal. En ik zou sowieso 4-3-3 hebben gespeeld met Nederland. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het niet gelukt en... kunnen we met z'n allen Frans Hoek bedanken. Leg uit. Wat is met Frans Hoek dan? Ja, nou, ze geven altijd de schuld aan die keepers. Maar die Frans Hoek, die zit al een half jaar alle tegenstanders te bekijken hoe ze de penalties nemen. En die zegt dan tegen Noppert, ja kijk, die schiet dus van de 15 keer schiet hij de 14 links. Dus die Noppert denkt, ja, als Frans Hoek het zegt, dan duik ik maar naar links. Die zit elke keer verkeerd. Dus Frans Hoek is uiteindelijk gewoon... degene die ons heeft uitgeschakeld. Is wel serieus echt waar. Als je als keeper hebt, zeg maar, dat iemand heel erg duidelijk tegen je zegt van... Ja, hij gaat hem daar schieten. Ik weet vroeger was ik bijvoorbeeld 11 en speelde ik met Tony Verleen aan een team. En die ging dan bij penalties wijzen, zeg maar. En Ricky Karsen had ook een handje van. In welke hoek die schieten. En dat waren de baasjes in de kleedkamer. Ja. Denk je, ik duik maar gewoon die kant op. Vond ik het niet andere hoekje? Nee, want als je dan die andere kant op gaat en ze schieten met die hoek waar zij wijzen. Ja. Denk je, heb ik het straks weer gedaan in die kleedkamer. Nee, maar kijk, Louis van Gaal is ook gewoon van tevoren wil hij alles afkaderen. En ik denk dat Frans Hoek dat dan ook doet. En dan laten ze alles zien. En dan ga je kijken als Noppert. En dan ga je helemaal mee in dat proces. En dan zie je, hij schiet 13 keer daar. Ja. Op een spannend moment zullen ze dat ook wel weer doen. Zo gaan ze ervan uit. Ja. Schiet maar ze dit gewoon, is een aanname, toch? Het is een aanname. Ik denk dat het zo gaat. Maar uiteindelijk speel je ook met spelers, zeg maar, in het elftal. Die dan zeggen van, ja, ik doe het maar. Want anders word ik straks gewisseld. En dan duikt Noppert gewoon die hoek in. Terwijl hij misschien zelf wel het gevoel had... als ik die andere hoek induik, ik heb het gevoel dat hij daar schiet. Maar dan ga je toch luisteren, zeg maar, naar een trainer, zeg maar, die uiteindelijk ook voor je heeft ingestaan, dat je toch die hoek induikt. Maar dat is een aanname. Ja, ik zou de andere tijden sporten over het penalty drama. Oh, dit specifieke penalty drama. Ja, dat zou ik wel graag willen, want die Peter Murphy hebben we natuurlijk ook nog. Die was er ook bij. Ja, dus die stond ook naast Louis de hele tijd. En ik wil dan toch eens, ik zou wel eens willen weten wat nou uiteindelijk het plan was. Waar dachten ze nou de winst te gaan halen? Was het plan dat Dumfries voor Lautaro vervelend ging doen? Ik denk het wel, man. Ik denk, dat was wel gemakkelijk natuurlijk omdat het een teamgenoot is. Maar ik denk wel, want dat heb je die gasten toch nog nooit zien doen van Nederland zelf. Helemaal niet. Dus dat is... Of ze zijn zo geïrriteerd door de Argentijnen dat ze dat onderling hebben besloten van, of dat ze gewoon kwaad waren op die gasten. Maar ik heb toch ook het idee dat er ergens een soort... Zij deed het zelf ook, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik vind het niet echt iets bij Nederland passen of zo, of bij die gasten passen, dat wij heel erg gaan intimideren daar en dat we die gasten een beetje gaan uitlachen. En ik heb wel het idee dat afgesproken is, zeg maar. Dat erbij hoorde dus. Ja. En dat wat Ralf nu vertelt, ja, dat zou kunnen, hoor. Maar ik zou eigenlijk wel eens willen weten wat precies... Het ligt dus meer een aanname, hè. Maar het zou zomaar kunnen. Ik sluit niet uit dat het zo gegaan is. Dat is gewoon kut. Stel, jij moet heel die wandeling maken naar die penalty-stip.
En als die scheids even niet kijkt, schiet de keeper de bal weg. Ja, dat gebeurde, zeg maar. Ja. Dat is gewoon kut. 100%. Dat is gewoon kut. Ja, dat is niet lekker. Dan moet je weer gaan omlopen om die bal te halen. Duurt die wandeling nog langer. Dat is gewoon niet lekker. Ja, dat is zo. Maar het mes snijdt toch ook aan twee kanten. Het is een soort psychologie van de koude grond. Toch dat jij dan denkt... ik vind het nu zo kut. Terwijl het kan toch ook zijn dat jij denkt... Oh, maar jongens, wacht even. Als je dit gaat doen... Dan ga ik hem echt... Ja, dat dacht ik dus bij Berghuis. Want die ging die lachten hem eigenlijk een beetje uit. Van, het is ook een soort van... Ja, we verzinnen maar wat. Omdat hier hebben we geen grip op. Wie zegt nou dat Lautaro Martinez denkt... Oh, dan vind ik dit echt kut. Oh, dan ben ik zenuwachtig. Misschien denkt hij wel... Ik weet zeker dat ik hem nu erin schiet. Ja. Toch, het is ook een beetje een soort niksig dom bedacht. Omdat we maar wat moeten verzinnen. Nee, maar het is wel zo. Als je bal moet gaan halen, zit je langer in dat spannende moment... En kun je wel een stijging van je zenuwen hebben, zeg maar. Snap je hoe korter dat moment is, zeg maar, hoe snel je er in principe vanaf bent. Je wordt toch hoe dan ook wel afgeleid op wat je eigenlijk moet doen. Want je loopt van de middenlijn. Die wandeling is onderdeel van het spektakel. Ja, 16. Dat is nog vetter eigenlijk. Maar je loopt van de middenlijn naar de penalty stip. Dat is een x-aantal seconden. Ja, dan weet je gewoon, oké, dat heb je gevisualiseerd. En dan in één keer trappen ze die bal weg. Snap je? Dan is gewoon in één keer dat moment is anders. Dan moeten we nu ook gaan visualiseren. Dus de keeper misschien de bal weg. Ja, maar tegelijkertijd... Ja, dat moet je misschien wel eens gaan doen. Ja. Zou helpen. Maar ja, ik weet niet of de wetenschap dat heeft meegerekend. Kees, vraag me gewoon af. Als je als voetballer en jouw trainer had besloten van... Oké, we gaan die gasten intimideren als het penalty-serie wordt. Je gaat ze uitschelden, je gaat ze gek maken. Zou je dat doen? 100% niet. Daar was ik geen team voor. We hebben nog wel eens een penalty-serie getekend. Ja, we hebben ook... Volendam, ja. Ja, ja, toen was ik nummer 8. Ik kwam gelukkig niet aan de beurt. Jij had er helemaal niet van, hè? Schrikkelijk, nee. Ik kreeg de afloop toe te horen. Je was aanvoerder en je had je verantwoording moeten nemen. Dat vind ik ook flauw. Daar waren we nog op hebben. Wat is dat voor onzin? Ik zie dat ook, ik stom me daar ook aan, zeg maar. Ik zie dat terug van, Virgil van Dijk moet dan de eerste penalty gaan nemen. Dat is toch niet de beste penalty nemen? Maar wat erachter ligt, is aanvoerder, dus hij moet zijn verantwoordelijkheid. Wat is dat voor bullshit? Zo dom. Waarom hij wilde het dan zelf uiteindelijk, hè? Dat filmpje had je dat gezien? Jij denkt dus dat hij dat wilde, omdat hij zich verplicht voelde als aanvoerder. Ja, dat denk ik. Aanvoerder. Ja. Hij denkt dan, luister boys, ik ga het goede voorbeeld nemen. Ik neem hem sowieso. Maar hij zat in die documentaire van Vergaan. Ja, dat hij het zelf zei. Maar hij zei dat hij het ook gewoon goed kon. Nou, ja, maar heb je die penalty gezien van bij Liverpool? Die ging de keeper in de hoek staan, schoot hij hem alsnog binnen. Ja. Ja, dat had die keeperstrainer van Argentinië wel goed gezien. Maar ik heb het wel eens gelezen dat jij het sowieso een hekel aan penalties neemt. Wat ik me ergens wel kan voorstellen, hoor. Maar waaraan precies? Wat was het? Ik was gewoon geen held in mijn geest onder controle krijgen. Ja. Daar naartoe lopen, terwijl ik gewoon een goede vaste trap had. Ja. Weet je, dat vrije trap, dat vond ik eigenlijk... Veel minder spannend dan dat. En toen heb ik het daarna wel eens geprobeerd. Een keer gemist, een keer gescoord. Ja. In Swaziland. Ik heb een penalty gescoord in Swaziland. Dat kunnen we niet veel zeggen. Ja, daar praten ze nog steeds over. Daar praten de mensen daar nog steeds over. Mochten ze nog leven. Dat was nieuws. Dus het was daar ook armoedetroef. Maar goed, daar weet niemand, is ook niet vastgelegd, maar hij ging er wel in. Dat was wel jammer. Ja. Die beelden had ik graag willen maar zien. Maar ik was gewoon geen... het is niet gebeurd. We zaten toen in hetzelfde schuitje, want we hadden Pastoor en Molenaar. Ja, precies. Allemaal zelf uitgeroepen. Ik denk, deze penalty-serie wordt 2020, want dat was gewoon precies allemaal hetzelfde. Ja, dat zijn beste vrienden van elkaar. Ze zijn allebei heel gestructureerd en gedetailleerd, specifiek op penalties. Ook allebei erop getraind, heel erg met die aanloop. Met de keeper. Stadiongeluiden. Jullie ook? Wat was dat? We hadden Edje, de neef van Roy Kortsmit. Ja. Die kwam dan iedere keer. Kwam een andere keeper in. Die speelde in de hoofdklasse of topklasse. Aardige keeper. Een beetje korte armpjes had hij. En die kwam toen op donderdag kwam hij zeg maar onze penalties tegenhouden. Er werden er 24 genomen. Ging de 24 in de kruising. Die dacht echt, wat is dit voor een topniveau? Ja. Maar dat was ook misschien een beetje een toevalstreffer. Maar, dat deden wij niet. Maar en dat is ook gewoon weer... Wij hadden ook al die penalties... Dat is dan net het verschil geweest natuurlijk. Ja, wij hadden ook al die penalties geoefend allemaal. En wij hadden eigenlijk de twee... Beste penalty-nemers, Kippensluis en Steltepol, moesten als vierde en vijfde. Ja. En wij stonden er eentje voor, want Breuer had gemist. Die luistert wel, toch? Ja, zeker. Jullie podcast. Ja. Ja. Dus Breuer miste. en toen waren hun aan de beurt. En dan denk je gewoon, ik dacht ook, we zijn er. Want die schieten niet meer in. Ja. Maar dan komt toch weer dat stukje spanning, alles erbij kijken. Ja. Kwartfinale beker was best wel voor Volendam een grote wedstrijd. Ja, en dan niet. En Kippensluis miste, of niet? En allebei misten ze, ja. Oh, ja. En toen Dijkstra miste voor jullie nog... Maar wat als je nou als team, zeg maar, gewoon van tevoren gaat samen zitten, een dag van tevoren, en je zegt, jullie zijn er vijf en we gaan nu samen beslissen
in welke hoek jullie gaan schieten. Dus dan zeg je gewoon bijvoorbeeld Verhaar, Kwakman, Fokkert, ik en Vriends nemen. Dat was, ja. En ik mag niet nemen. Nee. jij bent trainer. Je hebt te veel gezopen. Jij bent trainer. En dan zeg je gewoon Verhaar, jij schiet hem rechts. Kwakman, je schiet hem links. Fokkert door het midden. En dan beslis je dan als team. Ja, en hoe bedoel je dat? Dat je van tevoren gaat samen zitten en dan gewoon bespreekt van dit zijn de vijf penaltynemers. Waar willen we dat Verhaar hem schiet? Links of rechts? Ik voel hem nog steeds niet. Maar mag ja, ik zeg eerlijk, ik zou... Nee, maar dan haal je zeg maar de druk is meer van het team en niet van het individu. Ah, dus dat je zelf... Zeg maar dat je het wegneemt, zeg maar. En dat je van tevoren, want je moet van tevoren toch weten van ik ga hem daar schieten, hoe dan ja, ook. Ja, maar krijg je dan niet dat Frans Hoek effect? Dat je dan denkt, je ziet dat die keeper naar rechts gaat. Nee, maar dan maar zeg je van Verhaar schiet hem altijd links en dan zeg je gewoon vraag, je moet hem niet rechts schieten. Ja, maar stel je ziet die keeper toch een beetje leunen. Ja, dan moet je alsnog naar die hoek, want dan is het gewoon een gezamenlijk beslissing. Ja, maar... Voel je je minder schuldig als je mist. Dat je misschien wat met minder, nee, maar dat je wat met minder druk naar die penalty stip loopt. Ja. Ja, ik weet niet, hè. Het zou kunnen misschien. Ja. Ik vind het een waardeloze beslissing. Ik veto het als coach. Jij zou hem graag willen nemen natuurlijk. Ik heb wel een vraag aan jullie. Wat vinden jullie van die nieuwe aanloopjes van iedereen tegenwoordig? Ik weet niet of jullie Japan hebben gezien, maar ik zit dan echt weer... Nou, wat deed Japan? Woedend. Wat deed Japan? Nou, gewoon een soort Neymar-achtige muizenstapjes nemen en hem dan super zacht in de handen van de keeper schieten. Denk, hé, maar je zit op voetbal, schiet die bal gewoon tyfus uit de hoek. Of doe iets, maar ga niet slimmer willen zijn dan een keeper en dan dat niet zijn. En hem dan heel zachtjes... Ja, maar ik hoorde bijvoorbeeld best veel mensen, die vinden dan die aanloop waar iemand vertraagt, vinden ze heel irritant. Terwijl dat is een super functionele aanloop, toch? Maar heel veel mensen doen het nu. Clint Leemans schiet hem altijd binnen. Ja, maar die doet het met zo'n één stapje. Ja, ja en dan stopt hij nog één keer en dan reageert hij inderdaad toch een beetje. Van, ja, dat, ook met, ze wandelen naar die bal. Wandelen naar die bal dan heel zachtjes met je binnenkantje. De Busquets ook. Die wandelde gewoon naar die bal. Dat was ook schandalig bij hem. Toch niet. En dan denk ik wel, als je nou, ik heb het, ja, ik zeg, ik heb hem toen ook een keer gemist, ook met dat stapje. Maar dat stapje deed ik veel te vroeg. Dus ik denk, even op de 16 deel. Gewoon helemaal niet gewend. Maar ik ging die penalty nemen, Cambuur uit, beker. En ik wist gewoon op het moment dat ik stond, nog niet wat ik ging doen. Ja, dat was dus lastig, ik wist gewoon nog niet welke hoek ik ging schieten. En dat was een stapje. En toen deed ik dus nog twee stappen, want het ging helemaal lennig. En toen zo laag in de hoek. Hup. Maar was dat eigenlijk gewoon blackout dan op dat moment? Nee, maar en ik liep ook gewoon terug naar de... Dat ik dacht van, ja, had je mij maar niet moeten nemen. Echt dat ik dacht van ja. En ik liep gewoon zo weer terug. En ik dacht, ja, oké, ik kan het ook niet. Wat dacht jij? Jij dacht, hadden we niet meer als groep gesloten waren misschien. Nee, en toen miste de zesde op de lat. En die moest door de camera aan de afloop. Eerlijk, die penalty gemist. Jij miste de eerste penalty bijvoorbeeld. En je teamgenoot miste de derde penalty. Is toch even lekker. Dat je het niet helemaal draagt. Hoe duister het ook is inderdaad. Zo werkt het toch, of ben ik nou in de gefreak? Ja, bij mij niet. Nee. Ik heb meegemaakt. Oké, zeg maar, Verhaar en Ralf, jullie hebben allebei best veel penalties genomen. Ja. Ook tijdens wedstrijden. Hoeveel krijg je eigenlijk mee gewoon van wat de keeper staat te doen? Of ben je echt heel erg soort van in jezelf gekeerd? Want zeg maar, de aanleiding van de vraag, ik zie dan Noppert, die doet zeg maar zijn best om die gasten af te leiden. En dat is sowieso voorbesproken. Nou, dat lukt dan een beetje, dat lukt een beetje niet. Je voelt het nu? Nee, ja, ik voel het niet echt mee bij hem. Maar ik zie die Martinez staan. En die is hij is een soort show aan het opvoeren, maar hij straalt het wel uit. Het ligt hem, zeg maar wel. Ik heb het idee dat hij dan meer invloed uitoefent, zeg maar, op die spelers. Fuck you up. Ja. In your head. Weet je wat ik altijd deed? Ik keek de keeper nooit aan. En als ik dan de bal neerlegde, keek ik altijd een beetje omhoog. En dan keek ik altijd in een hoek waar ik niet moest schieten. Dat is echt de oude truc. En vaak scoorde ik een goal. Ik heb maar twee. Maar je mist maar. Het is ongelooflijk. Die deed op de basis gewoon. Je ziet hem dat doen. Dan denk ik in ieder geval dat de nee, ja, maar dan denk je eerst, hij doet het expres. En denk je daarna tering. Hij doet het expres. En dan sta je weer in die hoek. En dan blijf je maar gaan. Dan krijg je hetzelfde wat Kees hebt. Dat je gewoon helemaal niet weet wat je moet doen. Ongelijk zin. Ja. En dan voor mezelf had ik een heerlijk gevoel, hè. Ik dacht, ja, dit zit er al in, nou. Ik heb die keeper al gefopt. Nee, dat is lekker. Ja, maar heb je wel eens keepers gehad die vervelend deden? Nee, nou, was dit wel heel extreem natuurlijk, die Martinez. Probeer daar maar eens koud voor te zijn of blind voor te zijn. Dat valt niet mee, hoor. Ik heb wel eens gehad, maar niet echt dat je daar nou heel erg door afgeleid raakt of zo. Dan was het gewoon niet goed gedaan. Ook niet overtuigend. Wat zei hij dan? Wie was het? Ja, ik heb wel één keer Armenteros. Toen ik miste, toen was Armenteros echt vervelend. Ja. Toen je gemist had? Ja, voordat ik miste ook. Oh. Maar ook daarna. Ja. Kwam die ook nog even langs. Ja, ja. Daar heb ik echt een hekel aan. Daarom vond ik het toen mooi toen Van Nistelrooy daarna scoorde. Miste hij die penalty.
tegen Arsenal. Nee, Andorra. Nee, Andorra. Oh, ja. Ja. Ging je daarna zo staan. Oh, dat vond ik zo, dat vind ik zo lekker. Ja, maar toen was het wel... Wat zei hij dan? Wat zei hij aan Matthäus dan? Ik weet niet meer, man. Ik weet niet meer. Ik kan me alleen nog maar herinneren dat hij echt... Dat hij me... Zo cool. Ja, je gaat missen en zo. We weten precies dat waar je gaat schieten. Kinderachtige, jezus. Ja, maar ja. Ja, klopt. Maar Zander, je gaat missen. En de penalty stip kapot maken, die vind ik ook wel mooi. Ja. De Michiel, dat doen ze ook nu tegenwoordig. Ja. Ja. Dat gingen ze bij Ghana doen, hè? Heb je dat gezien? Die gingen met z'n allen om die stip staan. En toen kwam die gozer met een waardeloze aanloop, waardeloze pingel. Maar die gingen in eerste instantie met z'n allen om die stip staan. Ja, voedel gezet. Ja. Ja, om te beschermen. Om te beschermen. Ja, dat is dus weer nieuw. Ja. Okay, Ralf, je loopt aan, je neemt penalty, je loopt aan vanaf de middenlijn. Wat doe je? Waar kijk je naar? Heb je de bal in je hand? Ga je hoog houden? Ga je die bal vooruit rollen? Ben je ermee bezig? Heb je al zo'n serie gedaan? Ik heb één keer gezien. Eén keer maar. En toen keek je ook in die hoek waar je niet ging. Ja. Eén keer maar gedaan was tegen de amateurs. Toen zat ik bij RBC. Ja. Tegen de amateurs, volgens mij Spakenburg. Ja, toen keek ik ook in dat andere hoekje. Ja, oké, maar dat is niet echt... Niet echt, zeg maar, met volle spanning erop of zo. Dat ik dat ik me dat herinner. En tijdens een wedstrijd? Zeg maar, wat is jouw proces voordat je een penalty neemt? Ja, gewoon, ik leg die bal neer. Kijk in het hoekje. Dan schiet hem in die andere. Naar achter en dan schiet ik in die andere. En ik kijk de keeper niet aan. In zijn ogen in ieder geval. Dat deed ik altijd. Ja, kan het mooier maken. Wat jij schoot er gewoon in de hoek, toch? Gewoon, ja. Als je, of niet met een stapje, toch? Of nee, ik had wel een hele schuine. Ja, je had een schuine aanloop. Altijd over je standbeen. Ja. Nou, niet altijd. Ik heb ook een paar in die andere hoek geschoten. Maar daardoor gingen keepers ook twijfelen. Door die aanloop. Ja. Want als je heel schuin staat, verwacht je dat hij hem over het standbeen gaat schieten. Ja. Ja, dat is het meest logische. In ieder geval... Als hij moet zwaar als hij echt schuin staat, heb je hem echt geforceerd. Dan nog steeds. Ja. Als je gewoon dwars op die bal staat, letterlijk. Ja. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, man. Maar eigenlijk is een panenkaatje toch best een veilige optie om te doen. Ja. Weet je wat je hem mist? Weet je wat de veiligste optie is? Gewoon heel rustig en beheerst. Gewoon hoog, zeg maar, in de hoek schieten. Ja, oké, maar dat is weer lastig, omdat als je hem dan net niet beheerst schiet je op de paal. Nee, maar je hoeft hem dus dan niet hard... Het gaat mis meestal. Als je hem hard wil plaatsen, dan wordt het minder... Maar... Als je zeg maar, heel rustig gewoon vanaf de penalty stip de bal in de kruising gaat proberen te schieten, schiet je hem bijna altijd in de kruising, toch? Ja, maar is onder druk ook wel. Lijkt me dat wel extra moeilijk. Datzelfde toch? Die bal die koopmijners geeft zo veel moeilijk op dat moment. Bij die gaat de keeper dus naar die hoek en als hij dus in de goede hoek zit, dan ligt hij op de grond. Ja, dat klopt. Ja, jij hebt het best wel vaak gedaan als we na de training penalties gingen doen. Maar ik weet, dat zou in de wedstrijd lijken dat een fucking moeilijke techniek om uit te voeren. Ja, ik denk niet dat het moeilijk is om uit te voeren, maar het is een beetje... Als je misgaat, dan ben je zeg maar de lul. Dat als je misgaat, denk je van, wat is die voor een dat staat helemaal nergens op. Ja. Ik heb hem een keer gezien in de Champions League van AS Roma tegen Liverpool. Gewoon heel rustig zo. Ja, de keeper duikt nooit naar de kruising, zeg maar. Nee. Nee, maar ik vind het dus wel altijd raar dat als iemand een panenkaatje mist, dat ze dan zeggen, oh, het gênant, hij probeert de keeper te vernederen. Wat een stuk. Terwijl het is toch gewoon best een logische optie voor... Ja, de bal door de midden überhaupt. Voor zo'n Argentijn die als een debiel duikt, als je hem daar een stiffie doet, dan is het toch helemaal niet heel raar dat je dat probeert. Maar als het mislukt, is het altijd fucking gênant om de gast stilstaat en zo bukt om een balletje te vangen. Maar het is toch niet... Ja, het ziet er ook niet uit. Als maar het is toch, maar het is een van de opties eigenlijk gewoon. Je doet het panenka toch niet om te vernederen. Maar, nee, maar ik denk dat veel mensen dat dus wel soort van... Die zien dat als iets... Nee, klopt. Maar die zien dat als iets dat je soort van even een beetje als showboot en heel interessant wil doen. Terwijl ik ben het met je eens. Gewoon een bal door het midden. Je gaat als keeper... Nou, als jij... Panenka is een kunststukje toch? Als je hem gewoon zuiver door het midden schiet, dat is in principe hetzelfde qua keuze. Alleen dan maak je... Nee, maar bij een voetje, als je hem hard door het midden schiet, heb je nog het risico dat de voetjes van de keeper net nog hangen. Terwijl met panenka is zo traag dat hij alweer weg is. Dat is toch het serieus zo? Ja, zo kan je hem ook met de binnenkant wel schieten, doordat hij rustig... Ja, oké, maar dat is leuk. Dan moet je maar gewoon... Ja, dat is niet cool genoeg. Is jou verder nog iets opgevallen op het WK? Weinig rode kaarten. Of iets bijgebleven. Ik ben echt teleurgesteld, want ik vind het rood op een WK echt vet. Ja. Wat het heel vaak is van aan de noodrem trekken. En dan zie je zo het toernooi aan de oog voorbij flitsen van die speler. Maar hij heeft het gedaan voor zijn land. Alleen die keeper van Wales heeft gedaan. Echt gestrekt been op het hoofd. Dat was echt mooi. Weet ik hoeveelste wedstrijd. Ja. Ik zat er echt op te wachten. En eindelijk iemand die zich opoffert voor het team. Uiteindelijk stort het alsnog helemaal in. Maar fucking weinig rode kaarten. En ik heb me echt verbaasd over, maar dat is wel echt minder voetbalinhoudelijk, over de hoeveelheid gel in de haren van de Argentijnen. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Is jullie dat opgevallen?
Nee. Eén gast had zo'n heel raar kapsel. Die Maria is gewoon echt een volwassen man met gewoon een gezin en een baan en shit. En die heeft gewoon een kapsel alsof zijn moeder heeft gezegd bij de kapper, doe maar lekker kort. En dan heeft hij er gewoon zo moeilijk veel gel in gedaan. Die gele pot van vroeger. Die heeft gewoon een soort krokant styling gel. Een soort krokant hoofd. Maar ik vond het echt absurd, omdat ik gewoon dacht, hij heeft het helemaal niet nodig. Ja, heb je dat niet gezien? Nee, ik probeer hem op te zoeken, maar ik heb geen internet. Alsof het echt in Argentinië super gaaf is om er heel veel gel in te hebben. Dat vond ik echt fucking weird. Ja, maar het viel me echt op in die finale gewoon. Allemaal van die beren met tattoos en dan super veel gel. Ja, ja, dat waren analyses over de wereld. Is mij niet specifiek opgevallen. Nee, nee, ja, nee. Kijk nog een keer die finale. Let me niet op de wedstrijd. Wat blijft jou bij, Bart? Ja, een beetje flauw met de finale. Ik denk niet dat we ooit... Ik heb nog nooit zoiets gezien. Maar wat niet alleen los van het spelverloop en zo, maar het is gewoon echt waanzinnig dat eigenlijk de twee beste spelers van de wereld op het moment in hun loopbaan dat de druk het hoogst is, zo uitblinken. Dat volgens mij... volgens mij wordt er niet heel veel mooier. En als ik zo, ja, Mbappé speelde een hele matige eerste helft, maar ja, de... Zeg maar, de achterloosheid waarmee hij die drie goals maakt, ja, ik kijk er zo gefascineerd naar. Gewoon, ik vraag me gewoon af, hoe kan het dat die jongen niet aarzelt? Als het moment zo belangrijk is en die penalties ook, dat soort dingen. Ik ben daar... Dat blijft het meeste bij. Zeker ook omdat wij weten, zeg maar, hoe moeilijk het is om in een teamverband zo uit te blinken als individu. Ja. Je bent natuurlijk met 10 anderen. Ja. En je bent ook nog eens met de tegenstander. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk met tennis ook. Federer, Nadal. Ja. Maar ja, die staan met z'n tweeën. Ja. En met het wielrennen heb je het ook wel. Van de Poel, Van Aert, om maar even iets te zeggen. Maar die worden ook wel dan in een soort van teamverband worden ze naar... Wordt Van Aert naar een sprint geleid. Ja. Weet je zo. Maar dit is... Iedereen zegt, nou, dit wordt Mbappé Messi. Ja, maar ze hebben ook nog 10 anderen om zich heen. Het werd gewoon Mbappé Messi, ja. Maar en natuurlijk zijn hun ongelooflijk goed, dat weet ik wel. Maar het is niet dat ze bij Frankrijk nou niet kunnen verdedigen of nee, zo. Precies. Dat daar koekenbakken staan. Ja. Het is niet vanzelfsprekend, maar nee. Ja, dat is echt een... Dat vind ik zo echt bizar. Maar eerlijk, dat is bijna voetbal op zijn mooiste. Als je maar bij 18 is er ook alles erop gericht om Messi gewoon aan de bal te krijgen en Messi maar dat te laten. Maakt het misschien nog wel knapper, want dat weet Frankrijk toch eigenlijk ook. Van ja. Ja, je ziet gewoon, zeg maar, je hebt in vorm zijn en niet in vorm zijn en je natuurlijk is Messi de beste speler en Mbappé komt daar in de buurt, maar die mannen waren ook nog allebei echt in topvorm, zeg maar. Die vorm die Arjen Robben had in Zuid-Afrika, gewoon dat al die ballen naar hem trok en elke actie was dreigend. Ja, ik vond het bij Messi dus niet, man. Jawel, man. Het is tegen Nederland niet eens opgevallen misschien, maar daar was ook die dribbles. Maar niet zoals hij... Ja, kijk, man heeft elke wedstrijd gescoord ook, hè? Ja, nee, ik zeg niet dat het slecht was. Maar hij was toch maar behoorlijk dominant. Maar Arjen Robben was toen echt... Ja, dat was niet normaal. Die is nooit beter geweest dan toen, zeg maar. Ik denk, serieus, Messi, niemand ooit Messi, beter heeft gespeeld dan Robben toen. Die twee weken of het weken was echt Messi is wel beter geweest dan dat hij nu is, vind ik. Ik vond hem natuurlijk in die tijd... Maar hij is ook 35. Ja, dus is ook niet raar. Moet nee, maar dat is... Ja, oké, het is zo logisch dat het zo is, maar... En ik ben echt een groot Messi-fan, maar ik vind hem niet meer de Messi die hij was. En dat komt omdat hij wat ouder is. Hij is wel nog steeds de beste, toch? Tuurlijk, dat is wel vet, toch? 100%. Ja, maar hij is ook nog de beste, maar hij was de allerbeste. Ik vond hem ook echt geweldig, maar het is ook niet voor niks, zeg maar, dat ze op een gegeven moment die Alvarez erin zetten in plaats van Martinez. Die werkt gewoon veel harder. Ja. En die maakte veel meer meters, ook verdedigend. Ja. En wat dat betreft, en ook in de diepte dan weer met gaten trekken. Ja. Ja. Die maakte het zo onrustig voor een tegenstander. Ja, zeker, dat Messi daar gewoon veel beter tot zijn recht kwam, zeg maar. Bij Saoedi-Arabië was het ook niet... Ik vond hem in de finale wel echt goed, trouwens. Ja. Maar ik inderdaad, die ene goal die hij tegen Australië maakte, dat hij inspeelde in laag schoot. Ja, toen had hij daarvoor had hij niets goed gedaan. Klopt. Tegen Nederland was hij ook niet heel erg zichtbaar of zo, maar hij heeft zijn moment. Maar ik vond hem in de finale wel echt goed. Maar ook dat in de halve finale die assist die geeft, dat hij zo op rechts tegen Kroatië, dat hij zo passeert, die Guardiol passeert. En hem precies op het juiste moment terugleggen. Dat is toch gewoon... Met die versnelling op de achterlijn. Dat was dat in de verlenging al. Ja. Dat Loris nog die eerste bal pakt. Dat je eigenlijk weer zo'n actie hebt. Dat je denkt, oké, hier kan hij nooit meer langs nu. En dat hij dan toch nog... Ja, ja, maar het is bizar. Ook die assist Nederland was ook absurd. Wat bizar. Ja, precies. Hij deed dat. Ik denk dat hij gewoon vaker liet zien dat hij de beste was vroeger. En nu tegen Nederland die assist. Dat was natuurlijk...
Ja, dat was maar, niet de maar, en die Mbappé, die zweet niet eens. Hè? Maar vroeger had hij gewoon... Dat is echt ongelooflijk, man. 15, 16 van die acties per wedstrijd, zeg maar. Ja, dat is nu gereduceerd naar 4, 5, zeg maar. Ja. Maar dan zie je wel echt topkwaliteit. Ja, 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 ja. Als je het, zeg maar, echt ook hebt over topkwaliteit, zeg maar, die... Het is wel leuk om uit te lichten, die redding van Martinez op die laatste bal. Dat is, zeg maar, vanuit gewoon puur keepers technisch gezien, is letterlijk de perfecte redding. Je komt dus, ja, maar je komt, het is best wel een moeilijke bal, want die bal gaat, schiet een soort door. Die verdediger mist hem net. En als keeper sta je dan net op een plek van, oké, okay, je wilt diepte eruit halen. Maar deze bal komt dicht bij de aanvaller, dus je komt dan een beetje in niemandsland uit. Ja. Dus het gevaar is, oké, ik blijf staan. Hij neemt hem mee en hij kan hem vanaf 10 meter vrij inschieten. Andere gevaar is, ik klap eruit. Ik gooi me ervoor, maar ik time dat net verkeerd, waardoor ik kan heel makkelijk gechipt worden. Of ik lig te vroeg, dus hij kan, zeg maar, laten keuze nemen. Wat hij bizar knap doet, is hij staat precies op het juiste moment stil. Vervolgens wacht hij ook nog. Dus hij gaat niet al in die spagaat liggen. Hij komt daar echt, zeg maar, op het moment dat hij hem geschoten heeft. En wat hij ook nog doet, is het is gewoon een natuurlijke reactie. Dat zie je bij de allerbeste keepers, zelfs Neuer heeft dat. Dat je draait je bijvoorbeeld de bovenkant van je lichaam een beetje, of je hoofd, waardoor je niet alles mee helemaal ziet. Maar ik zag een foto van hem, dat hij is echt gewoon een soort zeester, zeg maar, in die spagaat. En dat stukje timing daarbij, dat was wel... Toen het gewoon in real-time, zeg maar, gebeurde, dacht ik al van, wat, dit is fucking ziek. Maar als je dan die slow motion ziet, het kan gewoon qua timing en alles, het kan. Het lijkt bijna in scène gezet, zeg maar, zo perfect. Dus dat vond ik, was wel echt een... Ik vond sowieso de keepers fucking goed. Jij was van Frankrijk, toch? Maar die ik zat in Frankrijk. Ja, maar het was gruwelijk, man. Maar die Kolo Muani, zeg maar, die schiet hem ook met zijn vreef, zeg maar. Mm. Als je hem echt met je, als je daar de rust weet te waren met je binnenkant. Een lop. Wat misschien Mbappé, zeg maar, die had hem wel gemaakt, denk ik. Ja, ik vond dat hij zo slecht dat hij zoveel verkeerd deed. Hij schiet hem met zijn vreef. Ja, maar ja, als die bal zo lekker komt. Ja, maar je vreef is gewoon onzeker, zeg maar. Je gaat hem, als je met je binnenkant. Hij plaatst hem best wel goed. Ja, maar lop dan met zijn binnenkant. Want ja, lop of. Want als je hard met je binnenkant... Nee, gewoon rustig met je binnenkant. Een lop. Ja, in de lucht? Zeg maar, Maar die lop moet nog best wel goed, hè? Want hij zeg maar, het is niet dat hij op de grond ligt. Ik denk, met je binnenkant kun je hem ook nog zo eromheen chippen. Schieten. Ja, ik vond eigenlijk dat hij echt niet veel... Mbappé wilde hem ook nog hebben, naast hem. Die, Hoe bedoel je, die wilde naast... Oh ja, die wilde hem hebben. Maar ik snap echt wel dat hij... Hij kwam zo lekker met een stuitje. Ik snap echt, die keeper was gigantisch. Ja, dat was waanzinnig. Ja. Ik had iets opgezocht over de hoogst gemeten sprintsnelheid op dit WK. Het was niet Mbappé, het was een andere speler. Dat was van Ghana. Hebben jullie enig idee hoe je... 35-1. 36. Iemand met iets andere gok? Ik denk 35. De hoogst gemeten sprintsnelheid op dit WK. Gewoon, ja. Ik denk 35-3. Ik denk dat je 35-8. Zoiets. Vrij aardig, 35-7. Ja. Sulemana en... deze vond ik ook mooi. Maar... Usain Bolt, dus die hoogste snelheid ooit als mens gemeten. Weet nog niet of dat waar is trouwens. Maar wat is de hoogste snelheid die hij heeft gelopen? Ja, dus je hebt 35-7 is een voetballer. Ik denk hoe loopt Bolt? Zeg maar, hij loopt tussen in een 100 meter sprint tussen meter 60 en meter 80 loopt hij zijn topsnelheid. Ja. En hoeveel is dat? 39. Nee, moet hoger zijn toch? Echt 2,43 of zo. Iemand nog een guess? Ja, nee, het gemiddelde is, het gemiddelde is 37 of zo. 46. Dat ik is denk... 44,7. Dus dat is echt 6 kilometer harder dan dat ik tot de fiets niet red. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Dat is bizar. Ik had nog eentje. Ik zat in dat VI-ding te bladeren. Heb jij nooit gered, Hussein? Deze is ook wel aardig. Wij voetballers lopen, zeg maar, althans wordt gemeten, zeg maar, ongeveer 11, 12, 13 kilometer per wedstrijd. Soms in een... je zit naar mijn ring te kijken. Maar ja, ik zat hem even, ik zat even te spelen. Leuk, hè? Samen even een rondje lekker. De meeste kilometers afgelegd in één wedstrijd. A, wie was dat? En B, hoeveel kilometer? Van dit WK? Van dit WK, ja. Maar dat is ook met verlenging natuurlijk erbij. Dat is... dat zou wel eens kunnen. Ik denk dat Bellingen met die wedstrijd van 25 minuten plus blessuretijd ongeveer. Ja, het hebben ze heel lang stilgestaan. Ja, maar meten ze misschien nog wel. Ik denk die Argentijn De Paul. Ja, die heeft ook tering veel gelopen. Het is van 16 of zo. Maar het is iemand die befaamd is omdat hij regelmatig een sigaretje schijnt op te steken. Oh, Brozovic. Ja, man. 16,6 kilometer. Jezus. Maar die wedstrijden waren ook lang, man. Serieus. Ja, de wedstrijden waren lang. 16,6. Dat was wel echt vet. Voor de chill eigenlijk, ja. Want jij als liefhebber gewoon voor de chill. Nou, ik heb wel het idee dat gaandeweg het toernooi er echt minder werd tijd gerekt op echte zielige manier zoals het vroeger gebeurde. Of eigenlijk, ja, tot een maand geleden gebeurde. Dat vanaf de 40ste minuut mensen die Argentijnen hadden die wedstrijden echt kutter kunnen maken dan ze het nu hebben gedaan. Ja. Omdat ze volgens mij echt dachten, ja, we krijgen er toch 13 minuten bij. Gaan we gewoon door. Ja. Nee, ja, dat is wel, ik vind het wel geslaagd eigenlijk. Dat is deze regel. Dat gaan wij dan waarschijnlijk ook bij... UEFA gaat niet over. Van Egmond had eerst gezegd van, hier kijken we ook naar in de Eredivisie. Ja.
Maar nu las ik inderdaad weer dat we het niet gaan doen. Ik heb misschien toch het idee dat er sowieso wel een minuutje meer dan bij gaat komen. Ja. Dat de scheidsrechters dat dan toch doen. Maar ik vind het... Ik heb liever zeg maar dat ze dan echt overstappen naar zuivere speeltijd. Zeg maar. Ja, als je dan die blessuretijd hebt, zeg maar... Dan komt wel eens in een team dat je dan zegt vanaf de 80ste minuut... Nog 10 minuten. Nog 10 minuten, we zakken in, snap je? En dan moet je er nog 25 gaan, zeg maar, tegenwoordig. Ja, dan dat je dan echt 25 minuten de pot in, alles in de pot schiet. Dan weet je veel meer waar je aan toe bent. Precies. Ja, klopt. Met zuivere speeltijd weet je gewoon echt, oké, dat is dit. En nu heb je dan in één keer, oké, 89 minuten, boys, we moeten nog even 3-4 minuten... Plus 13. Ja, dat is een zoomer ook. Dan zit je gewoon in de 75 minuten op een gegeven moment. Ja. Nee, dat klopt. Het is wel, dus, qua mindset is dat wel lastig, denk ik, als voetballer. Zijn je nog een godsschandaal dit WK of niet? Überhaupt het jaar? Nou ja, ik vond die scheids van Nederland-Argentinië wel echt, echt schandalig, man. Spanjaard? Wat een bizarre vent is dat, hé. Ja, mooi. Ja, en nog op de Afrika Cup, dat hij in de 85 minuten afsluit. Dan komt hij toch niet? Nee, een andere scheids. Ja. Ook een schandaal. En dan, en dan komen ze terug, spelen ze 4 minuten, fluit die 89e minuut af. Die was wel op het WK, hè? Ja, die was echt was diezelfde gast. Ja, dat is toch ongelooflijk. Niet die van Nederland was het, maar hij was, maar hij was wel op het WK. Vloog België voor mij. Kan ik kloppen? Ja, dat wil ik nog. Bij Bijenkorf hebben ze toen, bij Bijenkorf hebben ze als kerstpakket één kerstbal gehad. Gewoon een bijtje. Hoezo bij de Bijenkorf? Ja, dat... Ik vertelde ook de verhaal in het begin van bizar kerstpakket. Ja, ja, ja. Bij de Bijenkorf hebben ze alleen dus een bijtje gehad. Als je in de boom kan maken. Ja, dat is veel te weinig, man. Kees, we hebben het in onze aflevering toen gehad over jij als imitator, zeg maar. Dat je dit zit er ook nog in. En nee, gaat je niet op. Ik vraag me gewoon af, als je naar het Nederlands elftal kijkt, hè, de type gasten. Zit er dan één iemand bij die de moeite waard is om te imiteren? Of die iets eigenaardigs heeft? Of, Als je zo aan je hoofd gaat zitten, dan zit ik gelijk bij Nico Adriaans te denken. Frits. Frits, dat is Jan Mulder, hè? Jan Mulder, sorry, toch een beetje. Penalty. Strafschoppen. Berghuis is wel... Berghuis heeft wel een beetje een... Maar ik heb niet echt een... Er zit een licht Marokkaans slisje in. Bij klopt. Ja. Maar dan zou je eigenlijk misschien eerst even moeten luisteren naar het altijd verontwaardigd is. Hij is het nooit eens met wat je zegt. Dus dan, nee, ik heb niet echt een speler die... Jullie, Denzel is ook niet echt is een beetje lastig. Na te doen. Ja, een beetje boos kijken. Zo. Nee. Oh, qua van Nederland zelf dan? Ja. Hij heeft wel een beetje die hij heeft wel een beetje dat hij netjes, een beetje net praat. Ik weet het niet. Alleen, ik denk dat je Berghuis wel goed zou kunnen, hoor. In dat interview dat hij zegt, heb je me niet gezien dan? Ken daar tegen Fico. Ja, hij heeft zo'n beetje zo'n stemmetje. Nee, ik heb niet echt bij zelf al iemand. Nee. Nog even een stukje. Jij hebt hem duidelijk geoefend. Nee, we hebben hem sowieso vaker geoefend. Nee, ik ga dat niet. Hij zag in draaiboek imitatie staan. Nee. Ga ik even flink op in. Nee, ik ga niet imiteren bij de meeste meisjes. Probeer het wel eens. Gewoon als je iemand op tv ziet praten. En dan... Nee, ja, ik weet dat je het regelmatig doet, maar... Ik heb dus bij Berghuis dat ik daar naar kijk en denk dat is te imiteren. Maar ik ben daar ook niet zo goed in. Okay. Maar ik heb inderdaad dat filmpje van... wat is ook weer... Ik werk voor je kankergeld. Wat is dat dan? Ja, dan zegt hij zo'n filmpje. Ik hoor je dingen. Ik hoor je dingen worden geroepen in de Kuip. Die hoor ik nergens anders. Ik hoor werken voor je kankergeld. Dit is nou... Hij is echt goed. Ja, dit is een prima. Ik hoef het ook. Hij wel een beetje... Hij is al jaren bezig. Final zeker. Dat is 6 jaar geleden. Als je zou zeggen welke voetballer 100% er aan is. Ja, is slecht. Yes. Yes. Uren voor de spiegelton. Ja, jongens. Man, ik wist al weken dat ik hierheen kwam met Kees Kwakman. Je wist dat het ging gebeuren. Ja, nee, Andries, ja, Noppert, die zou door een Vries een beetje gedaan kunnen worden natuurlijk. Joey Veerman zou je goed kunnen. Joey kan ook wel een beetje, je klaten. Je zijn 9 dagen op trainingskamp, maar wel 9 dagen. Dat is lang. Elke dag in die Snapchat nog 4 dagen. Ja. Helemaal klaar met je. Hoe kan dat dan? Wat is dat dan? Ja, maar terwijl hij meent het niet. Nou, weet je, hij dikt het een beetje aan ook, zeg maar. Ja, het is ook een beetje inmiddels een beetje image wil ik niet zeggen, want dat is niet maar... Hij vindt het allerleukst om met die jongens op pad te zijn en te voetballen. En dan zijn ze, weet je dat, met die blokken zijn ze aan het spelen de hele tijd. Dat. Dus, weet je, dus hij vindt hij is net een klein kind, dus hij vindt dat superleuk. Ja.
Maar het hoort er ook gewoon een beetje bij om te klagen. Ja, ja, ja. Eens, man. Soms dat gewoon lekker. En dat kan hij over het algemeen wel goed. Dat kon je ook wel lekker altijd. We hadden weer heerlijk zitten weerwolven trouwens. Heb je dat gedaan? Ja, met de hele groep. Ja, heb jij dat geïnitieerd? Ja. Oh, vet hoor. En, was je spelleider? Er was één speler, Lazaros Lamprou. Dat is een Griekse jongen. En die vroeg zeg maar van tevoren, hey Thomas, do I need to be there? Weet je wel, hij had eigenlijk geen zin en vroeg of het verplicht was. Ik zei, ja, iedereen moet meedoen. Zeker het eerste spelletje. Na het eerste spelletje mag je gaan. Ah, die man was een natuurtalent. Ja. Ja. Of, die heeft iedereen in de luren gelegd. Dat was echt niet normaal. Op een gegeven moment was hij eruit gestemd. Toen gaf ik hem zeg maar, nog één kans om zichzelf te redden. Ja. Ah, toen heeft hij een betoog gehouden, joh. Waar iedereen zei, oké. In het Engels of Nederlands? Ja, in het Engels, ja. Oké. We stemmen nu op hem. En toen werd iemand weer eruit gestemd. Die helemaal niks mee te maken had. Maar even, bij het begin, hoe begint het zoiets dan? Heb jij het voor gewoon in de groepschat gezet van boys vanavond? Nee, ja. Hoe leg je het uit? Want ik heb ook wel eens een spelletje moet uitleggen. Maar als je dan voor zo'n grote groep, het ligt zo op de loer, zeg maar, dat mensen gewoon super snel afhaken. Ja, we hebben vorig jaar hebben het ook gedaan op trainingskamp. En dus een groot gedeelte kende het al en vond het ook vet. Vond het ook mooi om te doen. Dus dat scheelt al. Yeah. Maar ik moest het nog wel uitleggen. Maar ik had gewoon op die beamer al die kaarten zeg maar, gezet. Dus dan konden ze zelf ook zien welke kaart welke rol was. Zeg maar. En dan is het niet zo heel ingewikkeld. En iedereen ermee? Iedereen ermee, ja. De eerste trainers ook allemaal? Mee. Ja, niet alle trainers. Wel een paar, maar... Ik ben spelleider, omdat ik weet als ik mee ga doen, dan... Word als eerste uitgetiefd. Ja, sowieso als eerste uitgeklikken. Zou ik het recht zijn natuurlijk. Oké. En wie was de slechtste? De slechtste? Ja, weet ik even niet, man. Er was wel iemand die zichzelf... Hij wil niet zeggen. Ja, er was wel... Nee, er was iemand die zichzelf direct verneukte, maar ik weet niet meer wie het was, man. Ja, Suhaib Driehoek. Ja, die wilde heel graag, die zat me iedere ronde, ze geven stiekem zo'n wolvenkaart. Daar had hij er eentje. Was ja, gelijk. Was hij volgens mij in de eerste ronde, wist hij bijna dat hij... Mensen krijgen zo'n gezicht, toch? Ja, een lieggezicht. Ja, mensen gewoon, die zijn een heel chill. Dat is eigenlijk het mooiste van de rol van spelleider, is dat je de hele tijd dat je kan zien hoe mensen of liegen of de waarheid spreken. En dat is... Je zit er dan 5 potjes zo heel chill van, ja jongens, ik ben geen wolf, ik ben echt geen wolf. En dat 5e potje... Ja, ik ben geen wolf. Dat is de wolf. Het is echt een mooi spel. Ja, man. Echt een mooi spel. Ja. Heerlijk. Alright. Ralf, even een misschien een serieuze noot. Ik weet eigenlijk niet of er überhaupt zin in hebt of voor open staat. Maar het is natuurlijk wel algemeen bekend dat het een wat taai jaar voor jou is geweest. Yes. Je zat bij ons in januari en toen... speelde, dat heeft geloof ik in de zomer of in het voorjaar is het een beetje gaan spelen, met jouw ziekte. Wil je er iets over delen wat de huidige situatie is? Ja, ik heb de 30 november heb ik scannen gehad, zeg maar. En toen hebben ze 2 nieuwe plekjes gezien, dus ik moet in januari opnieuw een nieuwe scan doen. Ja. En dan hoor ik meer in ieder geval, dus dat is een beetje de laatste status. Ben je nu nog in behandeling of hoeft dat? Nee. Ik heb die 8 kuren gehad. Ja. En ik moet nog steeds wel bloedverdunners zeg maar blijven spuiten. En omdat de trombosekans gewoon flink verhoogd wordt door die ziekte. En dus dat blijf ik doen tot januari. En dan ga ik eens scannen en dan moet ik waarschijnlijk door. Ja. En dan is weer afwachten wat die behandelingen gaan doen. Ik hoorde jou ergens zeggen, ik denk dat het bij, je was een tijdje terug bij ESPN ook in de podcast. En als je hier niks over wilt delen, dan is het helemaal goed, knip het eruit. Dat snap ik volledig. Maar daarin zei eigenlijk een soort van tussen neus en lippen door van, als ik zo'n kuur heb gehad, dan voel ik me daarna echt hondsberoerd. Ja. Dus dan ben ik ook thuis, ben ik wat minder leuk. Kan ik niet zo goed, zeg maar, mezelf zijn voor mijn kinderen. Dus daar hebben we een modus in gevonden. Dus nu sluit ik mezelf dan iets meer af. Ben ik iets minder benaderbaar. Maar toen zei je daarna dat gewoon soms een dag of 5, 6 zeg maar duurt. Ja man, ja. Dan zit je gewoon ook aan de prednison en allerlei andere medicatie. En dan ben je gewoon prikkelbaar, zeg maar. Dan ben je gewoon, ja, tenminste voor mij was dat zo. Ik was gewoon niet mezelf en hoefde maar een klein dingetje te gebeuren. En dan was ik al boos, geïrriteerd, verhefde ik mijn stem. En toen op een gegeven moment zeiden we gewoon van, dan ga ik gewoon boven op bed liggen, zeg maar. Toen op een gegeven moment voel je het wel aan, zeg maar. Want het was allemaal nieuw. En toen na 5, 6 dagen is een beetje dat omslagpunt, zeg maar. Dan verminder je ook wat de medicatie. En dan
voel je op zich wel wat stabieler in je hoofd ook, zeg maar. Want wat voel je dan, zeg maar, die dagen? Heb je heel erg pijn of ben je fucking moe? Ben je... Nee, je bent ook moe. Maar ook gewoon dat je echt nergens zin in hebt, zeg maar. Dat je denkt van, wat heeft het voor zin? Ik zie, ja, gewoon echt een heel duister gevoel van binnen, zeg maar. En als dan bijvoorbeeld Nolan bijvoorbeeld dan... Die wil altijd voetballen en dan zegt hij, papa wil even bal schieten en zo. En dan deed ik dat 1-2 keer en dan bleef hij, papa. En dan is Nolan en dan gewoon, ja, maar dan bozer, zeg maar, dan dat ik het nu zeg. Ja. Maar dat verdient hij niet, snap je? Want normaal voetbalde ik altijd door. Dus voor hem dacht hij in één keer, wat is dit, zeg maar. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, zo moet hij ook niet zijn papa gaan zien. En dat was wel lastig af en toe. Ja, want hoe leg je dat, zeg maar, aan hun uit? Zo'n moment van... Ik ben er even een soort van een paar dagen iets minder of iets. Begrijpen zij dat enigszins? Nou, je hebt gewoon, wij doen dan gewoon echt, we hebben het uitgelegd, heb je wel veel steun bij. En dan zeg je gewoon, we hebben goede cellen en papa heeft nu ook boze celletjes in zijn lichaam. Mm-hmm. En dan die eerste 5-6 dagen zeggen gewoon, ja, de boze celletjes van papa zijn nu van binnen echt heel erg boos. Dus papa is ook wat bozer. Mm-hmm. En daarna zeg je, we zijn nu weer iets minder boos. Ja, zo, ja. Zo, ja, best zo mooie manier, kindervriendelijk probeer je het een beetje... Heb je daar hulp bij gehad? Ziekenhuis echt perfect inderdaad. Hoe zit dat dan naar kinderen? Daar hebben ze ook gewoon programma's voor en boekjes voor, zeg maar, die je dan gewoon met hem kan lezen en op YouTube wat dingen gezien. En dan neem je hem wel, die van 4 jaar, zeg maar, wel een beetje mee in het proces. Yeah. Die van 1,5 jaar, die heeft dat niet zo door, zeg maar. Yeah. En die zeurt ook niet zo veel om elke keer door te drammen, zeg maar. Maar ja, dat is soms wel even lastig. Geweest. En zie je op tegen komend jaar of ben je optimistisch? Kijk je dan uit? Ja, ik ligt eraan wat die scan in januari, wat hij doet, zeg maar. Ja. Kijk, als dat slecht is, zeg maar, dan moet je door, zeg maar. En dan heb je chemo met stamceltransplantatie. Ja, dat is niet iets waar je heel vrolijk van wordt. Maar ja, dat is, als het moet, dan moet het, zeg ik. Ja. Dus dan gaan we ervoor. Alright. Kasie met de kerst, hè? Ja, opsteken voor je. Thanks, man. Ja, man. Ja. Doen we. En die voetbalwereld, vind je dat, is dat ook een soort afleiding? Of mis je het vooral zeg maar deelnemen aan een spel? Of is het ook wel lekker zoals we het nu doen, af en toe eens over te praten? Ja, dit is echt heerlijk, man. Gewoon praten over voetbal. En 2K is ook wel een afleiding. Ja. Maar over het algemeen, als je dan zit te kijken of in deze setting zit, wil je wel eigenlijk het veld op, zeg maar. Ja. Nu lijkt het een beetje erop uit te gaan zien dat gewoon niet zelf besloten heb om te stoppen of iets. En, dus dat is soms wel mentaal even dat je denkt van shit, man. Ja. Ik zie je nog wel eens af en toe, je komt bij ons bij de training kijken. Ja. En ik neem aan dat je dat bij Mats ook doet bijvoorbeeld. Ja, misschien nee, bij NAC of iets. Bij Fortuna ben ik geweest. Inderdaad, bij NAC ben ik geweest. Ja, dat is superleuk. Ja, en gewoon om in die voetbalsetting te zijn en daarover te praten en mensen daarin te helpen ook. Ja. Dus dat doe ik graag, zeg maar. En op de dagen en de weken dat ik goed zit, dan zal ik daar vaak te vinden zijn. Ben je gestoord van al die mensen de hele tijd vragen hoe het met je gaat? Ik kan me ook voorstellen, wij doen het nu zelf natuurlijk ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er doodmoe van wordt. Ja, soms denk je van wel, ja. Moet ik weer vertellen? Maar over het algemeen snap ik het wel. Je moet het ook gewoon eigenlijk vragen als iemand zijn. Het is gek als je gewoon zegt, hey, en dan doorgaat. Ja. Dus ik snap het ook wel. Ik snap het aan de andere kant ook wel weer. Dus heel veel problemen heb ik daar niet mee. Okay. Ja, Kees, gelijk. We moeten de kaarsje branden. Hè? Zeker. Al een beetje is iemand nog wat kwijt toevallig? Ik zit me goed. Vaar jij nog een of andere geniale ingeving? Nee. Sluit het jaar af met een klapper. Nee, ik heb niks... Ik heb niks meer te melden. Ik ben moe, hè? Ja. Lekker een beetje. Dan zullen we een rondje aanraders doen om af te sluiten. Zo, ik ben erg benieuwd, man. Ik ben ook benieuwd. Trap jij zelf. Ik heb ook om het jaar afsluiten een leuk boek gelezen. Puur, van Hef, de rapper. Toevallig, wij zijn nu de kerstspecial aan het opnemen. Beneden is hij. Hij maakt ook een podcast. Rookworst is ook zijn special aan het opnemen nu. En wat ik heel vet aan vond, is het is super luchtig geschreven. Maar ik was me er helemaal niet van bewust. Hij is gewoon opgegroeid, ook in Nederland. Ik denk, het is Hoogvliet, 20, 25 kilometer van waar ik ben opgegroeid. Maar het is gewoon een soort van parallele samenleving. Waar hij is echt een beetje in de hoed, noemt hij dat. In de ghetto is hij opgegroeid. En wat dat heel goed illustreerde, is dat hij op een gegeven moment... het zijn de hele tijd korte hoofdstukjes. Er zit ook niet echt een speciale lijn in. Maar hij is gewoon met Erik Jan Harms, de schrijver, een aantal keer een paar uur in gesprek gegaan. Dat is opgenomen en daar is gewoon een...
alle leuke anekdotes zeg maar, zijn eruit gehaald. En hij vertelt dan op een gegeven moment over bijvoorbeeld over oud en nieuw. Sloeg ik even over nog. Ja, val reepje even lekker. Over oud en nieuw. En dan zegt hij, oud en nieuw in de hoed is fantastisch. Dan kan iedereen kijken of ze piepaat nog doet. Dus dan zei hij, ik kan me nog herinneren dat ik als jongboy naar buiten liep om 12 uur. En dat ik gewoon al mijn buurmannen pang, pang, pang zag doen. Huls opruimen. Oh, doet het nog. Box, gelukkig nieuwjaar. Klaar. Iets in die setting. En dat boek staat, ik wil niet zeggen helemaal vol met zulke weetjes. Maar het heeft wel mij weer een soort van inkijkje gekeken. Of ik heb even zo kunnen meegluren in een ander deel van de samenleving. En dat was heel vet. Ja. En het leest lekker weg. Puur van hef. Lekker. Ben ik alweer? Ja, Kees. Heel graag. Nou, je gelooft het niet. Maar de vorige keer, toen ik hier zat, ja, toen had ik natuurlijk een tennis tip gegeven. Ja, dat was die van Marty Fish. Marty Fish. Ja, uit tennisser, Amerikaan. Dat ging met name over dat hij in de depressiviteit kwam uiteindelijk. En dat was, zeker als tennisliefhebber, was dat mooi om te zien. En daar had ik ook best wel wat reacties op gehad van mensen die dat inderdaad hadden het dan bekeken. En ik hou het toch bij tennis. En die heette Breaking Point. En er komt nu een nieuwe documentaire uit op Netflix. En die heet Breakpoint. Ja. Dus qua namen verzinnen kan aan gewerkt worden. Kan aan gewerkt worden. Maar die komt op Netflix. En ja, die, vorige keer Breaking Point getipt en nu Breakpoint. Nu Breakpoint. En dat is dus... Op het point. Ik weet niet of je... Als ik het zou doen, Kees, ik zweer het. De tafel zou te klein zijn. Goed. Maar Drive to Survive is de Netflix-serie op Formule 1. Waarin ze de renners of de rijders allemaal volgen. En dat hebben ze nu met tennis ook gedaan. Dus met alle vier de Grand Slams in 2022 hebben ze tennis en tennisters hebben ze gevolgd achter de schermen. En daar komt een hele serie van op Netflix. En die begint 13 januari, heb je de eerste 5 afleveringen. Ja. Dat is een week voordat de Australian Open begint. Ja. En dan zie je dus behind the scenes, zeg maar, bij Wimbledon, Roland Garros, noem maar op. En Kyrgios zit bijvoorbeeld in de eerste aflevering. Je hebt het vermoeden dat er een mooie serie aankomt, maar je weet het niet zeker. Nee, maar dit is wel een tip om te gaan kijken. Ja. Ik denk dat dit... Je omdat tipt ook de trailer. Drive to Survive was volgens mij ook... ik heb hem niet gezien, maar daar heb ik ook alleen maar lyrische berichten over gelezen en gehoord. Ja. En zeker als je tennisfan bent, dan moet je 13 januari... En weet je ook wie ze gaan volgen? Het staat er allemaal bij. Is er eentje waar je specifiek op... Ja, Kyrgios, uiteraard. Ja, dat is natuurlijk wel iemand die... Maar het is misschien ook wel... hier staan ze allemaal bij. Casper Ruud is de nummer 4 van de wereld. Ali Yassim, Berrettini, Fritz, noem maar op. En ook aardige dames. Dus Tsitsipas, die vervelende Griek. Casper Ruud, mooie naam. Ja, Casper Ruud. Ik vind het altijd mooi als je de voor- en de achternaam kan omdraaien zonder dat iemand het door heeft. Ruud Casper, dus, kom hier maar eens overeen. Ja, nou ja, ik ga mijn best doen. Ik heb een paar halve tips ook, maar vriends, ja, die mag ik niet tippen. Maar vriends, die had vorige week een boek getipt, volgens mij voor vorige week, maar vorige aflevering een boek getipt over Rotterdam. En ik lag op trainingskamp op de kamer met Ruben Den Elm. En die had het boek bij zich. Dus puur uit verveling ben ik ook maar eens een keer gaan lezen. En dat was goed, hè? Dat was een mooi boek, ja. Dus die wil ik sowieso nog een keer aanraden. Ik vond dat ik hem slecht pitchte. Mijn pitch deed geen recht aan de kwaliteit van het boek. Die is eigenlijk beter dan... Het was voor mij heel herkenbaar. Want hij is dan een tijd weg geweest uit Rotterdam en ik niet. Maar hij is ook hij is iets ouder, volgens mij een paar jaar ouder dan ik. Hij is ook opgegroeid in een redelijk luguber Rotterdam. En ik heb ook mijn puberteit en mijn stapcarrière ben ik daar begonnen. In de tijd dat de Witte de Witstraat nog een no-go area was, zeg maar. Dus ik heb die stad ook zien veranderen. En dat omschrijft hij mooi. En hij omschrijft ook eigenlijk de misstanden met wat die groei gepaard gaat. Want er gebeuren gewoon best wel rare dingen op dit moment in het kader van vooruitgang in Rotterdam. En ik denk dat over 20 jaar of 30 jaar daar nog eens op terug wordt gekeken. En dat wel... jij kan het beste een grof schandaal houden, wordt er dan gezegd. De mensen hebben het er dan nog steeds over gedaan. Ja, maar dat gaat sowieso gebeuren, want dat kan echt niet. Maar mijn echte tip, we hadden het net over Weerwolf. En voor Weerwolf moet je minimaal met z'n achter zijn. Dus rond kerst zou je dat misschien kunnen doen. Maar als je nou in een kleiner gezelschap bent dan 8, zou ik het spel Avalon aanraden. Dat spelen die gasten bij het Nederlands elftal ook, volgens mij. Dat kan je in een kleinere... Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar spel als Weerwolf. Alleen dat kan je dan in een klein... Dat is volgens mij maximaal tot 8 spelen. Hoe heet het? Avalon? Avalon, ja. Avalon. Ja, krijg je ook allemaal verschillende rollen en verschillende kaarten. En die weet het wel van wie en die niet. Dus een mooi spel. Dus die zou ik aanraden. Gaan we Yannick. Filmpje gezien.
Triangle of Sadness. Oh, hij is sick. Ja, mooi. Sick. Is hij mooi? Ja, is niet normaal. Ja, is niet normaal. Ja, maar jij vond hem niet zo, toch, Bart? Of wel? Ik vond het twee derde heel vet. En het laatste stuk lang, vond ik over de tempo, ja, over de top eigenlijk. Ja, het laatste stuk. Ja, van nee, het moment vanaf dat die, spoiler, vanaf die boot zeg maar, explodeerde, dat moet ik een beetje theatraal worden. Nee, ik wilde ook zeggen, hij duurt wel eigenlijk 20 minuten te lang. Ja. Maar alles op die boot is echt waanzinnig. Daar moet je ook eigenlijk niks over weten. Je moet er gewoon heen gaan en gewoon genieten van hele rijke mensen op een cruiseschip waar alles misgaat. Ja. Ik heb wel die andere films van deze regisseur gezien. Wat is het voor type... Ja, het is een Zweedse regisseur en hij heeft eerst een film gemaakt, Tourist. En het ging over, die is, die is echt meestal, gaat over gezin op skivakantie. Komt er een lawine en dan rent de vader weg. En pas later gaat hij naar zijn kinderen. En er gebeurt niks met die lawine, maar die vrouw is gewoon een soort van in shock van, hé, jij rende weg om je telefoon te pakken, maar niet je kinderen. Mm. En in die week vakantie gewoon stort dat hele gezin in één, omdat hij... Omdat hij is weggerend. Ja, hij denkt gewoon, ik heb het anders beleefd, ik heb het niet weggerend. En zijn vrouw zegt, jawel. Is het waar gebeurd? Nee, het is, gewoon, het is gewoon het drama. En die andere film gaat over de kunstwereld, de square. Over met die beer is dat, met die gorilla. En deze film gaat over gewoon hele rijke mensen op een soort privéjacht, waar ze al hun, op al hun wenken worden bediend en waar ze echt veel te rijk zijn. En het loopt gewoon helemaal uit. Hoe heet die kapitein ook weer? Die, welke Woody Harrelson. Ja, dat schrikt dat ze dat communistische dingen helemaal gaan voorlezen. Is echt allemaal goed. Ziek genieten. Ja. Okay. In den Wolken. In den Wolken. Ja, ik heb een tip die eigenlijk al is genoemd, maar ik kan niet laten om het te noemen. White Lotus, seizoen 2. Je hebt volgens mij seizoen 1 en seizoen 2 aangeraden. En jij gaat seizoen 3 doen? Nee. Ik ga gewoon nog één keer... Dit is jouw moment, dit is jouw moment om hier wat van te doen. Het is een beetje flauw, maar ik kon zijn tip aangeraden. Ik wil echt bij zeggen dat ik denk het vetste seizoen is wat ik ooit heb gezien van alle series. De tweede seizoen. Dus ik wil gewoon met nadruk nog een keer zeggen, dat is echt de moeite waard. Ik ben nou het overdrijven. Waar gaat het ook over? Want ik was uitgecheckt. Ik vond het echt gigantisch. Wat? Waar ging het ook over, White Lotus? Ja, het is... rijke mensen. Als het uitleg wordt het kut, maar het rijke mensen die naar een resort gaan, in dit geval op Sicilië, dus het ook hele, hangt een hele Italiaanse vibe ook omheen. Ja, het is ook een soort whodunit, hè? Dus er wordt ja, maar het is niet echt belangrijk eigenlijk. Nee, er wordt in het begin een moord gepleegd en uiteindelijk vergeet je dat dat is gebeurd in principe. Maar het is wel iedere keer het begin van het verhaal en dan zijn er gewoon allemaal rijke mensen in het hotel. Die allemaal dingen met elkaar meemaken. Is het een thriller of... Nee, totaal niet. Echt een soort sociale dat is goed gevonden. En eigenlijk, mijn plan B was Triangle of Sadness, maar die werd ook voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik hou het echt bij seizoen 2 van White Lotus. Ja, ik ben afgelopen week naar BIOS geweest, naar de Avatar. Oh, dat is wel echt een hele gave film, vind ik. Deel 1 bekend bij jullie, denk ik. Ja. Of niet? Ja, en die tweede deel speelt er een beetje op door. En ik vind dat er echt een bizar goed verhaal zit. Duurt 3:12. En ik heb op een gegeven moment toen het afgelopen was, dacht ik van... dat heeft eigenlijk voor mijn gevoel geen 3:12 geduurd. Maar ik dacht bij die eerste dag, ik heb gewoon naar Pocahontas zitten kijken. Maar dan met aliens. Ja, maar deze wel... Dit deel is wel anders, Thomas. Ik raad wel aan om echt te gaan kijken in de BIOS. Want ik denk dat die thuis niet zo overkomt als die in de BIOS overkomt. Hey, die eerste heb ik ook in de BIOS gezien. Dat was wel een mooie ervaring. Ja, echt heel vet. En toch wel een paar dingetjes in de film die gebeuren waar je denkt, hey, daar is wel goed over nagedacht. Ja. Sterk. Science fiction is dat, hè? Yes. Ja. Favoriete kerstnummer? Ja, dat staat aan te denken, ja. Ik heb echt de mooiste van. Je hebt het mooiste kerstnummer. Ja. Ga ik hem opschrijven. Bing Crosby en David Bowie. Titel? Little Drummer Boy, Peace on Earth. Mooi, lekker man. Bedankt voor het luisteren dit jaar. Oh. Nee. Wat zeg je, Kees? Mag altijd. Zeggen. Jongens, fijn. Kees dacht, er komt kerstmuziek. Dat is zijn. Ja, man. Moeten we mensen bedanken? Ja, graag. Doe maar. Luisteraars, iedereen bedankt. FC Afkik achter het scherm, allemaal bedankt. Heel erg ook bedankt AA Isolemon. Stop. En hou onze Instagram in de gaten als je nog een Isolemoncello'tje wil winnen. Bedankt. Ja. En, thanks voor het luisteren allemaal. En jullie bedankt voor de komst. Ja, graag gedaan. Zeer vereerd. Graag gedaan. Tabé. Inderdaad. Wat is deze grote nieuws? Ik zie gewoon de oliebollen vliegen straks.